Hallo allemaal en welkom op woensdagavond, tijd voor Neil Talk Live. We hadden wat kleine technische hiccups. Ja, het was heel erg spannend. Ja, het zat even niet helemaal mee. Nee. Dus als er iets verkeerd gaat vanavond, alvast bij voorbaat onze excuses. We hopen natuurlijk dat het helemaal goed gaat komen. Maar daarom zijn wij zeggen, we hebben een heel gaaf onderwerp hè, vandaag. Ja, heel erg leuk. Barok. Dus het is super spannend. En ik heb al gezien wat onze gast eigenlijk gaat maken. En het is fantastisch mooi. Ik weet zeker dat jullie geïnspireerd raken vandaag. Ja, van barokke designs word ik altijd helemaal gelukkig. Kijk maar, mijn snor zit helemaal in een krul ervan. Ja, zeker. We hebben naast... Ze gaat simpele dingen maken, maar ook wat gecompliceerder. Hè? Ja, inderdaad. Ook wat meer uitgebouwd, wat hoger. En echt om jezelf een beetje uit te dagen. Dus ik denk voor iedereen weer wat wils in deze live workshop. En daarnaast hebben we natuurlijk ook nog demo's van Aletta, van Linda. Van wie verder nog meer? Ja, genoeg. Michelle. Michelle natuurlijk. Michelle, inderdaad. Jessica is er ook, die zien jullie straks. Deborah is er ook, die zien jullie straks. Ja. Onze gast is Selina Verbeek uit onze vestiging in Limburg. Maar die zien jullie straks. Wij gaan... Beginnen! Ja, en dan met zo'n technische stribbelingen en dan ben je de eerste keer te gast in Neil Talk Live. Ja. Dat maakt het natuurlijk extra spannend, denk ik. Hè? Ja, dat is gelijk een leuke binnenvallen. Ja. Ja, de spanning komt steeds hoger en hoger en hoger en hoger. Maar we zijn eindelijk begonnen. Ja, leuk we dat zijn je er bent. Gelukkig. Ja, het is voor iedereen die hier natuurlijk de eerste keer is, is best spannend. Ja. Maar als je straks bezig bent, zul je merken dat het gewoon... Ja, als van nature gaat. Vanzelf, je bent gewend om les te geven en dan voelt het precies hetzelfde. Ja. Ja. Selina, vertel ons en onze kijkers even wat over jezelf. Nou ja, ik ben Selina Verbeek. Ik ben 40 jaar. Ik woon in een klein dorpje eigenlijk in de buurt van Sittard-Geleen. Guttekoven heet dat. En ik zit nu sinds 1 juli in de vestiging in Weert les te geven als docent. Ja, dat is eigenlijk wel grappig gegaan. Hier hebben we een afbeelding van de vestiging in Weert. Dus ken je die vestiging nog niet? Screenshot! Als je een keertje in Weert bent, moet je zeker langs gaan. Roermondseweg. Maar jij bent eigenlijk in contact gekomen met ons omdat je trainer wilde worden. Ja, het is, ik zit natuurlijk al 20 jaar in het vak. En op een gegeven moment kwam jouw oproep via Neil Talk Live dat jullie trainers zochten. En toen kreeg ik een telefoontje van Natasja uit Weert of ik daarin geïnteresseerd zou zijn. Hallo. Ja, dus ik had zoiets van, ik vond het wel even eng. Ik denk, ik weet niet of ik dat kan, maar ik denk, trek toch gewoon de stoute schoenen aan. En ik heb gereageerd en hier sta ik. En dat heeft geleid tot dit moment inderdaad. Ja. Want je bent natuurlijk in juli ook begonnen in de vestiging in Weert. En daar werk je hoeveel dagen in de week? Ik werk er 3 dagen in de week. En dan ondersteun je samen met Natasja de hele vestiging, hè? Ja. En dan is het de bedoeling dat je deels kantoorwerk doet, deels winkel en natuurlijk lessen geven. Ja, eigenlijk een beetje van alles inderdaad. Maar ja, het is natuurlijk de bedoeling dat ik voornamelijk les ga geven. En over les gesproken, wat vind jij de leukste type lessen om te geven? Oef. ik zit er nog maar kort, hè, sinds 1 juli, dus ik vind dat een beetje moeilijk nog kunnen beoordelen. Maar op dit moment vind ik eigenlijk alles wel heel leuk. Ik heb al een aantal keren coaching mogen geven en dat is wel heel leuk. Ja, echt specifiek. Van alles wat, hè? Ja. Ja, dat is ook helemaal jouw ding, hè? Ja, coaching, ja. Dat vind ik echt heel leuk. Allerlei soorten mensen, allerlei verschillende opdrachten, hè? Ja, alle niveaus zitten dan eigenlijk samen. Ja, dat is wel heel leuk om te zien. Ja, dat betekent ook dat je echt lekker bezig bent. Ja. Je zit al 20 jaar in het vak. Hoe ben je begonnen met... Nou ja, eigenlijk, ik ben dus opgeleid, afgestudeerd als receptionist, secretaresse. En ik heb 20 jaar ook op kantoor gewerkt. Maar eigenlijk was dat al vrij snel, na een paar maanden, iedere keer op een nieuwe baan. Na een paar maanden beviel het me niet meer. Weer ergens anders werken. Ja, zo gaat. Ja, dat is allemaal heel herkenbaar natuurlijk, wat jij vertelt. Ja, en op een gegeven moment kwam ik een plek terecht bij een woningvereniging in Midden-Limburg. Op zich een hele goede baan. Maar na een paar maanden begon het alweer te kriebelen. Dat ik dacht van dit wil ik gewoon eigenlijk niet nog 20 jaar doen. Heel herkenbaar. Zo gaat dat. Ja, inderdaad. Toen ben ik eigenlijk gaan neuzen, eigenlijk in blaadjes gaan neuzen van goh, wat vind ik nou leuk. En toen kwam ik een opleiding nagelstylisten tegen. Allround was dat toen nog. Mm-hmm.
En dat heb ik gewoon gedaan. Eigenlijk zonder erover na te denken ben ik gewoon die opleiding gaan volgen. Mm-hmm. Ja. En dat was toentertijd nog een jaaropleiding. Dus echt met anatomie, cosmetische hand- en voetverzorging zat erbij. Super. Ja, was echt uitgebreid. Ja, heel en acryl, gel, fiberglass was dat toen nog. Ja. En dat heeft me eigenlijk gepakt en nooit meer losgelaten. Wat is je favoriete product? Acryl. Acryl. Ik ben een acryler. Ja, ik ben eigenlijk wel echt een acryler. Maar ik moet zeggen, in het begin, 20 jaar terug, waren de gels wel even anders als nu. Ik vond dat wel een plakzooi toen. Ja, kan ik me iets bij dat voor. Dat vond ik ook wel een beetje. Ja, ik denk maar dat lag heel dat nou aan de gel of lag het aan mij? Nou, ik denk van allebei een beetje. Sowieso gaat alles plakken, hè. Dat is gewoon zo. En als je dat niet gewend bent, je bent echt een acryler, snel werken, gewoon lekker. Ja. Hartvlak. Glad trekken. Lekker hard product. Ja. Maar nu ben ik echt een jello, hoor. Ja, ik dus ook. Geen acryl meer voor mij. Ja, maar dat is ook 7 jaar geleden ongeveer kwam ik Magnetic tegen. Mm-hmm. En daar ook in contact gekomen met de gels van Magnetic. En sindsdien ben ik eigenlijk ook wel verliefd geworden op de gels. Ja, ik ook. Ik moet zeggen, toen ik 13 jaar geleden voor het eerst bij Jaap en May in de winkel kwam om te leren over gels. Toen dacht ik eerst, jemig de pemig, wat zijn er een boel gels. Maar later ben ik ze gaan begrijpen. Ja, en dat is ben ook. Ik ook van ze gaan houden. Ja, dan ga je dat waarderen. Gaan begrijpen, waarom zijn er zoveel verschillende types gels? Nou, dat heb ik precies hetzelfde. Ik dacht echt, nou, ik zal nooit een jello worden, zoals je dat noemt. Maar ineens denk ik, ik heb helemaal eigenlijk niet eens meer liquid in huis. Dus voor 3D-bloemetjes moest ik dus liquid gaan kopen. Maar jij gaat ook nailarten vandaag. Ja, ik ga inderdaad 3D-nailarten. Ja. En deze keer met plastigel, dus niet met acryl. Dus als je nou niet werkt met acryl, dan met plastigel. Ja. Maar het kan natuurlijk ook gewoon met acryl, hè? Dit soort type designs. Ja, zeker. Ja, heb je nou, omdat je van oorsprong een acryler bent, wat meer affiniteit met plastigel? Ik heb er wel even aan moeten wennen, moet ik eerlijk zeggen. Want acryl is snel. Dus ja, klopt. Je legt het neer en je hebt maar een paar seconden de tijd om het op te bouwen. Ja. En met plastigel heb ik echt even mijn weg moeten vinden. Ja. Maar ik ben er nu wel aan gewend. En ik moet zeggen, als je het leert modelleren, is het eigenlijk hetzelfde. Ja het is dezelfde vormen erin. Ja. Ja, klopt. Je geeft deze les, of je geeft ook natuurlijk binnenkort les in Weert. Ja. En nou weet ik niet zeker of we eerst de lessen van Jessica hebben, want die komt ook naar Weert toe. Ja. Of die van jou, maar mocht je dan interesse hebben in een leuke training, laten we even kijken wat er allemaal gepland staat in Weert in de komende periode. Zo hebben we hier een yes van Jessica. Shorties Nail Art op 10 december, dan is het dus bij jou en Natasja te gast. En dan komt er altijd 2 dagen, hè? Dus op 10 december is dat dan Shorty Nail Art en dan op 11 december is dat Jostevol Art. Prachtig. Ja, prachtig. Misschien kan Jessica daar zo direct nog wat over vertellen, want het Jostevol is dus van achter naar voren werken. Ja. Prachtige techniek. Ja, vind ik ook. Ja, het is... Ja, echt prachtig. Ik kan het niet. Nee, ik vind het ook heel dus lastig. Als ik in de buurt van Weert zou zijn, zou ik zeggen, ik doe mee met de les. Ik denk dat ik nog even over na ga denken. De barokdesigns ga jij zelf ook geven nog, hè? Ja, klopt. Ik heb op 7 januari die les gepland. 7 januari, Selina in Weert. Hier zien we een mooie afbeelding. Ah, prachtig. 3D barok. En het is dus plastigel, maar ook ornamenten, juwelen, versiersels. Helemaal prachtig. Ja, heel mooi. Ja, mooi. Ja, ik hou hiervan. Echt vintage, hè? Ja. Ja, prachtig. Een vintage baroque. Ja. En wat hebben we dan nog als volgende les van jou? Op 8 januari heb ik vintage Valentine staan. Oh. Handpainting met gel polish. Oh. Ja, dat is wel echt schattig. Ja. Dat is nou echt schattig. En 8 januari, lekker op tijd, hè, voor Valentijnsdag. Ja, nou ja, goed. Kun je nog even oefenen. Kun je nog oefenen. Heb je voorbeelden klaar liggen. Ja, promoten die al. Ja. Voor je klant in het salon. Dan kun je meteen dat ook gaan aanbieden bij jou in het salon. Ja. Dus kom je uit de buurt van Weert of lijkt het je leuk om na vanavond les te krijgen van Celine? Zijn er verschillende mogelijkheden? Ja. We komen daar vanavond ook nog eventjes bij op terug natuurlijk. Leuk. Ik zie al dat mensen zeggen, wauw, heel erg mooi. Dus ik denk dat we het zo gaan doen. Jij moet maar alvast naar de techtafel gaan. Goed. We hebben een hele leuke demo van Naletta. En Naletta was natuurlijk ook tijdens het event. Ach ja, en die had zoveel aanhang ook. Hè? Ja, dat was echt superleuk. Snap en jullie ik. Weten, simpel, snel, salon nail art. Ja. Let's go, Naletta. Hoi, wat leuk dat je weer kijkt. Voor vanavond heb ik een barokstijlachtige nail art voor jullie. En ik heb de nagel alvast voorbereid. Ik heb 2 laagjes van de Midnight Brown aangebracht en deze heb ik al uitgehard. En nu ga ik met de Rubber Base Clear een heel dun laagje aanbrengen, want ik wil een folie erin gaan drukken. En wat het kleine laagje Rubber Base doet, is dat het ervoor zorgt dat de folie heel mooi plakt.
Op zich heeft een Jella kleur natuurlijk van zichzelf al een mooie plaklaag. Maar ik heb gemerkt dat die plaklaag soms net te weinig houvast geeft voor zo'n folietje. Dus ik lak hem even heel dun. En ik zet hem ook 30 seconden in de lamp. Voor deze nail art gebruik ik de holografische zilveren folie. Die heeft hele mooie schakeringen van zichzelf al in de folie zitten. Maar ik vind het mooi om het folietje nog even iets op te kreukelen. Waardoor je wat kleinere gedeeltes folie overbrengt. Is een beetje wat je zelf wil. Voor deze nail art vind ik het leuk om kleine stukjes folie te over te brengen op het nageltje. De rubberbase is inmiddels even 30 seconden in de lamp geweest. En daar ga ik nu direct de folie op drukken. Ik wil het vooral een beetje aan één kant hebben. Dus ik hou mijn folietje vast en ik druk het op het nageltje. Het nageltje is uit de lamp. En nu ga ik de zilveren folie een beetje kleur geven met de glaslakjes. En daarvoor gebruik ik de yellow glass en de brown glass. Heel dunnetjes. Hard ik nog niet uit. En dan pak ik de brown glass erbij. En die breng ik eronder en erbovenop aan. Ze liggen aardig dicht bij elkaar qua kleur. Maar toch krijg je net even een ander effect over de folie heen. Het nageltje is weer uit de lamp en in de tussentijd heb ik op mijn paletje een mix gemaakt van de Line & Gel White, Syriza Sweeties White Coconut en daar heb ik ook een druppeltje van de brown glass doorheen gemengd. En hierdoor krijg je, het is maar een heel klein beetje brown glass, maar daardoor wordt hij net niet wit. Hij is wel nog heel mooi zacht, maar past net even wat meer bij de kleuren die ik in de ondergrond gebruikt heb. En deze ga ik met de Detailer 3 aanbrengen op de nagel. En wat ik doe, ik zit even te kijken van hoe wil ik hem hebben. Hier komt ongeveer mijn centrale punt. Dus ik zet hem neer en ik trek hem omhoog. Daardoor krijg je ook een beetje die transparantie en dat wil ik juist voor deze nail art. Ik pak weer een beetje erbij en ik zet hem weer neer. Duw hem echt een beetje naar beneden. En als ik naar achter ga, haal ik hem weer omhoog. Ik zet hem neer. En ik haal hem weer omhoog. Ik heb inmiddels de eerste lijnen even uitgehard. En ik heb nu mijn Detailer 3 omgewisseld voor het Jessica's Choice penseel. En nu ga ik nog wat kleine elementjes erbij zetten. Maar ik gebruik wel hetzelfde mix ervoor. En ik werk hier heel erg met het puntje van het penseel. Eigenlijk precies hetzelfde zoals ik net met de Detailer 3 deed. Ik zet hem neer, dat hij wat dikker wordt. En ik trek hem heel langzaam omhoog. Dat hij dus een dunnere lijn maakt. Soms een beetje corrigeren naar de andere kant toe. Pak ik weer een beetje product op. Dit is echt een kwestie van kijken van waar is nog wat open ruimte. Waar zou ik nog wat neer kunnen zetten. De topgel is nu uitgehard en nu ga ik weer met Jessica's Choice penseel en hetzelfde mixje nog wat extra lijnen over de zojuist gezette lijnen zetten. Om en een beetje diepte te creëren en om een heel licht relief effect te creëren. Maar nu focus ik me echt puur op de dunnere lijnen. Dus ik gebruik weer alleen Jessica's Choice penseel. En nu ga ik hier wat meer detail aanbrengen. Natuurlijk ook tof wanneer je dus in plaats van net de Supreme de mat zou gebruiken en dit dan ook nog er weer overheen lakt, krijg je ook weer een hele leuke speling met mat en glanzend, want dit blijft wel glanzen.
De lijnen zijn al volledig uitgehard en voor de finishing touch ga ik nog een kleine stut aanbrengen in het hartje van de krullen. Zo krijg je ook het gedeelte waar het misschien wat rommeliger kan ogen, dat kun je nu mooi wegwerken. En een stutje of een steentje is natuurlijk altijd goed. En ik druk hem erin en hij gaat even uitharden. Hij is inmiddels helemaal uitgehard en dit is het eindresultaat. Je kunt, als je dat prettig vindt, ook nog even met Jessica's Choice Penseel langs het stukje met de Supreme Finish om hem echt goed in te sluiten. Maar als je voldoende gemstone gel aanbrengt en hem daar echt in drukt, dan sluit hij dat eigenlijk ook al mooi af. Hopelijk vond je het weer een leuke demo en tot de volgende keer. Ja, wij staan weer met z'n tweetjes. Maar we zijn hier natuurlijk niet met z'n tweetjes in de studio. Hè? Want we hebben voor vanavond heeft Deborah de socials overgenomen. Dus zij heeft ons opmerkingen en dingen. En toevallig van het weekend waren we ook met z'n drietjes op dezelfde plek. Hè, Deborah? Ja, dat klopt. Want ik, Pepijn en Sarissa, die waren bij de opening van Indiki Nieuws van Ina. In Veendam wel helemaal. Dus we hebben lekker een stukje lopen toeren. Om daar gewoon gezellig te zijn voor de opening. En ik heb daar een hele toffe demo gegeven van de Russian Almond. Eigenlijk ook wel een beetje nagel. Barokkig, hè? Ja. Met de hoeveelheid wat prachtig. Er allemaal wel in zit. Ja, dat was heel leuk, hè? Was een hele leuke dag. Ja. Ja, kijk eens even. Ja. En daar zit ook een heel mooi pigment in. Ja, want dat speciale effect na de smileline. Ja. Ik dacht dat je daar een sticker in had geplakt. Lijkt nee, het, dat had nee. ik. Dat was niet zo. Nee, dat is de Femme Cat Eye met eroverheen een red pigment. Dus ja, je kunt ook dat voor inlay gebruiken. Dat is natuurlijk wel heel, heel erg tof. Ja, ik voel een e-workshop opkomen hierover. Dat is echt tof natuurlijk. Hè? Ja. En Deborah had ook heel veel mensen die om haar tafeltje heen stonden om te komen kijken. Dat was echt heel erg leuk. En ja, we hebben ons ook heel erg welkom gevoeld. Hè? Ja, het was echt ontzettend leuk om jullie daar in Groningen te ontmoeten. Ja, heel leuk. Ik wilde natuurlijk bij Ina kijken, want die heeft het echt mooi voor elkaar daar aan het water. Ja, 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 idyllisch. Aan het water. En een leuke locatie. Aan het kanaal. En we hebben ook nog heerlijk gegeten met elkaar. Ja. Oh, heerlijk. Ja, dus het was een hele leuke avond, hele leuke opening. Zeker weten. Ja, heel gezellig. Absoluut. Het was heel erg leuk. Maar even terugkomend op die rode gel polish, de Cat Eye. Hebben jullie de vier nieuwe kleuren al? Nog niet? Laten we heel even kijken naar de commercial. Ja, dat was dus een van deze kleuren die onder dat unicorn pigment zit. Ja, dat was de Vamp. Zelfs als die Cerisa in haar inlay heeft ook. Oh, dan krijg je echt een heel ander effect. Ja, het is echt heel anders. Je hebt een totaal andere kleur. Ik heb bijvoorbeeld cursisten al een kleur zien dragen met dan een pigment eroverheen. Of inderdaad een van de nieuwe shimmer tops. Mm-hmm. Dat ik echt denk van, wat voor kleur heb jij op? Heb je een ander merk op of zo? Nee hoor, heel totaal andere nieuwe kleur. Dus je kunt zoveel met de producten die we nieuw hebben. Ja, leuk. Ja. Ja, en over de unicorn pigmenten, daar weet jij natuurlijk alles van, hè, Deborah. Als mensen vanavond vragen hebben, dan zorg jij ervoor dat die worden gesteld, nietwaar? Ja, absoluut. Want ik zeg nu al dat Etty heeft geschreven, nou ze zijn prachtig en ik zet ze al heel erg veel. Nou, dat is toch al helemaal top natuurlijk, hè. Dat gewoon heerlijke kleuren. Ja, en natuurlijk met één klein potje gaat een heel end. Zeker. Anywho, ik denk dat het tijd is, volgens de planning ook, om te gaan kijken naar Celina. En natuurlijk naar Yes. Hallo. Ja, want wij zijn nu lekker aan de andere kant gaan zitten van de studio, hè? Ja. Ja, want nu ben je toch eigenlijk wel... Je gaat nu de eerste demo laten zien, hè, Celina? Ja, ik ga de eerste demo laten zien. En dat is een vrij makkelijk design. Dus dat is eigenlijk ook voor de beginnende nagelstylisten geschikt. Als je nog helemaal geen ervaring hebt met plastigel of misschien helemaal geen ervaring met 3D, nou dan, dit kun je. Dit kan iedereen. Dus dit is gewoon even bekend worden met plastigel en dan gaat het helemaal lukken. En het is eigenlijk een kleine handeling, maar best wel een groot effect, vind ik zelf. Dus ik heb hier een tipje voorbereid. Dit is de Presley Blues
en dan mat afgelakt. En dan heb ik hem even opgepimpt met een pareltje en wat rosé bouillons. Leuk. En hier begin ik dus met mijn design. Nou, ik heb de plastigel. En dit is de... Oh, hij is eigenlijk wit, maar dit is inderdaad de white. De white plastigel. En ik ga hem gewoon puur gebruiken uit het potje. Dus ik ga hem niet mengen met iets van gel polish of iets dergelijks. Nee, dat is natuurlijk ook zo. Want we hebben eigenlijk 2 collecties plastigels gehad. Of hebben we. En deze, de wit, zat in de eerste. En die zijn wat droger, hè? Wat stugger. Ja. Die zijn inderdaad wat stugger. Maar ik vind hem eigenlijk voor deze techniek wel fijn. Omdat je dan echt kunt, bijna kunt boetseren, bij wijze van spreken. Dus ik pak met mijn spatula een heel klein bolletje op. Maar het is echt maar minimaal wat je nodig hebt. En ik pak hem even tussen mijn vingers, dus ik rol hem warm. Ja, schone handschoenen, altijd belangrijk natuurlijk. Ja, ze zijn schoon, maar zelfs met schone handschoenen geven ze toch nog wel ietsje zwart af aan de witte plastigel. Nou vind ik dit bij dit design niet zo belangrijk, want we gaan er natuurlijk nog wat leuks mee doen. Mm-hmm. Nou, dan zie je al, ik heb niet zo heel veel opgepakt, maar dit is echt veel te veel. Dus ik ga hier een beetje van afpakken. Nou, zoveel heb ik wel nodig. Ik leg hem op mijn paletje wat ik hier naast me heb liggen. Mm-hmm. En ik pak hier nog een beetje van af, dus ik rol er even 2 bolletjes van. Ik weet niet of ik dat kan laten zien hoe klein dit is. Ja. Nou, dit is echt heel klein. Dus ik leg die hier op mijn paletje klaar. En dan pak ik mijn plastigel tool. Dus die heeft een spits uiteinde aan de ene kant. En een puntig uiteinde aan de andere kant. Nou, ik ga met deze kant werken. En ik heb mijn detailer 3 nodig. En ik heb hier naast me staan de gemstone gel en de white acryl poeder. Mm-hmm. Nou, ik doe mijn detailer 3 even met het puntje in de gemstone gel rollen. Dat ik een beetje aan dat puntje heb zitten. Ja. Misschien even je tool onderweg uit het beeld. En dan leg ik alvast een puntje neer van die gemstone gel waar ik mijn blaadje wil hebben. Dus als een soort lijm gebruik je eigenlijk, dat? Eigenlijk, ja, als een soort lijm. Okay. Dus dan weet ik gewoon, als ik hem daar neerleg, dan rolt hij me niet weg. Maar het is gewoon echt plat? Je hebt verder geen verhogingen met Nee, hij is helemaal plat. Okay. Dus puur voor de plak eigenlijk. Slim. Dan pak ik met mijn plasti tool mijn bolletje op. Ja. En die leg ik daar eigenlijk. Nou. Dus dan blijft hij gewoon plakken. Easy. En dat puntje van mijn plastigel tool, die doop ik heel even in mijn acrylpoeder en dan tik ik hem af. Dus deze... Oké, okay. Ja. Okay. Nou, we gaan nu allemaal... Hè? Hè? Oké. Okay. En dan? Oké, okay, vertel. Dit doen we nog eens. Ja, oké, okay, vertel. Nou, is het weer stroef. Ja, nou ja, nu plakt hij dus helemaal niet meer. Dus als ik nu met mijn plastigel tool in dat bolletje duw, heb ik in 1 keer meteen een blaadje. Zo. Wow. Dat ik daar nog nooit aan heb gedacht. Zoveel aroma. Ja, wat slim. Ja. En dan kun je een beetje meer druk zetten als je hem wat breder blijft. Ja, blijft gewoon lekker liggen. Hij blijft gewoon liggen. Gel. Ja. Dus dan heb je eigenlijk in 1 handeling meteen een blaadje. Oké, ga eens aan de kant. Laat mij. Wauw, wat slim, Selina. Ja. En het is eigenlijk gewoon, je maakt eigenlijk, pak je een klein vormpje. Eigenlijk al in een vormblaadje, hè? Ja. En die druk je nu op de nagel. Ja. En door het drukken heb je meteen een blaadje. Dus hij heeft al een beetje, ik weet niet of je dat goed op camera kunt zien, maar hij heeft een klein beetje relief. Ja. 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 Ik heb even een vraag, want die is van Irina Sharon. En ik heb diezelfde vraag, want je hebt nu dat plakstukje aangebracht met gemstone gel. Mm-hmm. Dat gebruik je als lijm. Maar zou je daar ook een base en top voor kunnen gebruiken of een rubber base? Ik denk het wel, ja. Ja, en voorheen hebben ze het ook wel eens gedaan met een beetje bont op die plek neerleggen en dan. Maar ik vind dit echt, want het is nog meer een soort lijm gevoel. Ja, je weet zeker dat het vast zit. En dat acrylpoeder. Ja. Wauw, en je hebt witte acrylpoeder. Ja, wit. Ook bewust? Nou ja, het zou ook kleur kunnen zijn, denk ik. Mm-hmm. Maar ik zou niet met een kleur gaan werken nu. Nee. Nee. Wauw. Nou, het tweede blaadje. Geweldig. Ik draai mijn tipje heel even om. Oké. Okay. En mijn tweede blaadje komt hier ongeveer. Dus daar een stippie. Ja, dan zet ik weer een beetje plak. Nou, het bolletje ligt al klaar op mijn paletje. Dus ik pak hem op. Nou, Sabrina Morris zegt, deze manier is zeker het proberen waard. Nou, ik ben nu namelijk absoluut geen vriendjes met plastigel. Je moet een beetje in het midden blijven, want dan blijf je scherp. Ja. Iedereen is ook echt helemaal wauw. Ja, leuk. Top idee. Slim. Echt heel slim.
Dan moet ik alleen even de richting van mijn tipje. Want ik wil mijn plastigel tool dus echt op deze manier erop hebben liggen. Ja, ja. Zodat ik echt druk kan geven eigenlijk in het midden van mijn bolletje. Ik zie ook nu allemaal opties in mijn hoofd. Dat begrijp ik, dat snap ik. Nou, dat is hem. Ja, ja, wauw, Celina. Echt super mooi. Ja. En heel beschaafd, bescheiden. Ja. Ja. Heel toegankelijk. Die haalde ik even uit. Maar voor de tijd heb ik hem natuurlijk al voorbereid. Ja. Dus ik heb hem hier met de twee blaadjes en ik heb nog wat bullions toegevoegd. Dus dan heb je eigenlijk al een juweeltje op je nagel. En qua hoogte valt het ook al reuze mee. Dus mensen die niet echt van 3D houden op de nagel, ja, dit is echt vrij plat hoor. Maar we gaan hem nu nog een beetje oppimpen. En daarvoor gebruik ik, ik leg deze even aan de kant, ik gebruik daarvoor gewoon de nagellak, de Next Polish. En dan heb ik hier de Gold en de Chromatic Pink. Nou, ik schud ze even goed door elkaar. Ja, even goed schudden. En dan doe ik ongeveer, ik denk de verhouding is 2/3 goud en 1/3 pink, rosé wil ik zeggen. Maar het wordt dus rosé. En wat ik ben heel benieuwd wat je gaat doen. Dat is echt heel leuk. Nou, ik heb hier een beetje in mijn dispenser een beetje aceton. En ik heb mijn detailer 1 en mijn paletje. Dus ik heb ongeveer 2/3 goud en 1/3 pink, chromatic pink. En die meng ik. En als je die twee mengt, krijg je een hele mooie rosé goud. Ja. Beetje oud roze zo. Beetje oud roze, ja. Nou, droogt die natuurlijk wel erg snel, dus je moet wel een beetje doorwerken. Maar met een heel klein penseeltje ga ik nou kleur geven. Vies met midden. Oeps, ja, ik zal deze even leggen. Ik ga kleur geven aan die blaadjes. Oh, dat past nog beter bij die bullions. Ja. En dat blijft natuurlijk zitten als een huis. Ja, nagellak. Ja, het is nagellak. Ja. 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 En nagellak op kunstproduct blijft supergoed zitten. Iets meer naar het midden, schat. Oh, sorry. Ja. Dan focust die namelijk. Ja, en je maakt het heel dun, hè? Je lakt het echt. Ja, ik lak hem. Je zit echt druk met je penseel. Ja. Dus het is ook vrij snel droog. Ja, het is heel snel droog, ja. Maar stel, je zou het nou toch een beetje spannend vinden, hè? Om je klant dan zo de deur uit te laten gaan. Kun je nog iets doen om die blaadjes te beschermen? Nou, dan zou ik sowieso bij een klant eerst de blaadjes lakken met nagellak. En dan de bullions gaan plakken. Tegen de tijd dat jij klaar bent met die bullions, dan is die nagellak helemaal uitgedroogd of uitgehard. Ja. En dan zou ik hem bij een klant misschien even sealen met een beetje tiplijm. Ja, dat zou ik ook doen. Dan blijf je relief zien. Ja. Zou ik ook doen, niemand mee eens. Ja. Die tip ken ik dan wel. Ja. Hey Pepijn, ik heb even een vraag. Die net vraagt, is plastigel hetzelfde als powergel? Nou, jij bent onze chemicus in ons verhaal. Ja, plastigel is, je zou bijna kunnen zeggen, de voorloper van een powergel. Maar het is harder, het is stugger. En het is niet gemaakt om een nagel mee te bouwen. Het is echt gemaakt voor kleine elementen. Dus het is stugger, nog minder plakkerig dan powergel is. Ja. Dus de theorie is een beetje hetzelfde, maar in gevoel is het totaal anders. Want je kunt dit niet echt met powergel doen, denk ik, hè, Celina? Nee. Nee, je kunt niet zoveel druk zetten op powergel. Plus, dit houdt echt de vorm vast. Mm-hmm. Je kunt ook geen blaadjes vormen met powergel, tenminste. Denk ik niet, nee. En anders zou ik het gewoon eens proberen. Maar ik hou het lekker bij plastigel dan. Ik heb deze al een beetje voorbereid in een setje, dus dan kun je zien. Leuk. Ja, kijk nou. Ja, wat leuk, hè? Vind jij ook leuk? Ik heb het gelijk uit haar handen getrokken natuurlijk vandaag. Heel leuk. Ja, dat vind ik ook leuk inderdaad. Super tof, ook die matte ondergrond. Echt, dat geeft het echt nog die extra dimensie, hè? Ik denk dat we jouw eerste keer jouw live screen maagding moeten doen. Oh ja. Dus hou hem maar vast. Ja, dan gaan we. En dan gaan we mee doen, hè? Je doet mee. Ja. 3, 2, 1. Screenshot. Niet meer zo hard als voorheen, maar duidelijk. Maar wel heel mooi. Ja, echt. Ik vind die combinatie van dat blauw met het rosé ook echt heel mooi. Oh ja, love it. Zo'n koninklijk, toch? Ja. Nou, Celina, Joke de Leeuw die zegt, ik ben nog niet eens bijgekomen van je colorblocking van afgelopen weekend. En dan kom je nu al met deze leuke tips aan. Nou, 7 januari kom je ook, hè?
Nou, laten we allemaal gaan. Ja, misschien is dat wel leuk. Ja, of misschien een keertje nog een... Nou, daar gaan we niet over praten. Nee. Dat zit allemaal in de pijpleiding. We gaan lekker door, want we hebben natuurlijk meer te doen. Selina gaat zo direct. Ja. En ik lees van de comments wat een leuke frisse wind is deze dame. Nou, dat is zeker zo. Met allemaal nu al leuke nieuwe ideeën. Ja, absoluut. Maar we hebben natuurlijk ook ideeën nodig voor de feestdagen. Ja, iets voor de feestdagen voor ons. Dus Pepijn, ik zou zeggen, ze mag gewoon gaan kijken. Ja, ik introduceer op de juiste manier. Hoofd, schouders, knieën, teen, knieën, teen. Cyril. Wow, zijn we er al? Bij de most wonderful time of the year. Zo langzaamaan maken we ons namelijk klaar voor de kerstmaand. De maand december. En in december mag alles net ietsje meer zijn. De cadeaus mogen lekker groot zijn. Je mag net iets meer glitter en glamour aan hebben. Kortom, in de decembermaand mag het allemaal. En jij als ondernemer zorgt er natuurlijk ook voor dat je dat ietsje meer ook aan kunt bieden aan jouw klanten. De decembermaand is de perfecte maand om de Seduction Gift Box te verkopen aan jouw klant. Want jouw klant wil natuurlijk iemand anders een mooi cadeautje geven onder die kerstboom. En de Seduction producten die zijn al heel mooi verpakt in een box, een mooie luxe box. En het enige wat jij nog hoeft te doen is daar een mooi papiertje omheen, een strikje erbij, een flesje champagne erbij en je bent al helemaal klaar. Moet je je voorstellen dat je zelf al zo'n box zou moeten regelen en alles mooi zou moeten verpakken? Daar komt heel veel werk bij kijken. Nou, dat werk hoeft eigenlijk allemaal al niet meer, want jij kunt deze boxen kant en klaar kopen. En natuurlijk ook heel makkelijk verkopen naar de klant toe. Daarbij hebben we een marketing tool voor jullie. Dit boekje spreekt helemaal de taal van de klant. Dus in klantentaal worden de producten uitgelegd. En dit helpt je natuurlijk ontzettend bij de verkoop. Dit boekje kun je dus natuurlijk weer aan je klant laten zien. En dan weten zij exact welke producten er in de giftbox zitten. Je voegt het toe bij het pakket. En het enige wat je dus hoeft te doen, is dit pakketje mooi neerzetten. De klant tonen dat ze het bij jou kunnen halen. En dan weten zij waar zij hun mooie kerstcadeau vandaan kunnen toveren. Ja, ik zie weer een boel mensen die mee aan het kijken zijn. Waaronder Olga, het feestbeest. Ja, Olga. Leuk dat jullie allemaal meekijken. En we proberen natuurlijk jullie comments ook goed te beantwoorden. Ja. Maar daar hebben we vanavond Deborah voor. Voordat we naar Deborah gaan. Cyrice, hoe lopen de blushopleidingen bij jou? Wauw. Ja, hartstikke goed. Mensen zijn razend enthousiast. En die hebben echt zoiets van, dit heb ik nou eigenlijk altijd willen leren. Want ik snap niet hoe een product zo mooi dicht bij de nagelriem kan komen. Als je kijkt naar het concept blush, dan is dat juist waar je naartoe wil streven, zeg maar. Super strakke applicatie. Ja. Dus het gaat hartstikke goed. Ik kreeg vandaag een berichtje van iemand die zei, ik heb de blushes besteld. Ik heb er zo'n zin in. Ja, heerlijk. Ja, ik ben gek op blush. Ik ben er 1,5 jaar mee bezig geweest. En eigenlijk nog steeds iedere dag mee bezig. Ja. Dus, voordat we verder gaan, even lekker genieten van de blushes. Zou het zijn als jij dan de blushes hebt gemaakt op een natural nail treatment, heel erg mooi. En dan maak je op één of twee zo'n ornament, als Celine net heeft laten zien. Dat is echt super in mooi. In rosé goud. Ik voel hem al Ik ga Sylvana ook eventjes aan het werk zetten. Ja, gaan we doen. Leuk. Maar goed, zo zie je, wij halen ook inspiratie uit iedere avond dat wij samen met jullie live zijn. Deborah, heb jij comments, opmerkingen of andere dingen voor ons? Ja, een paar. En vooral heel veel wauw, wat mooi, prachtig, hè, over Celine de designs. Maar ook van Elvira, de perfecte opleiding van de blushes, zegt ze. Dus dat is super. Maar ik had ook nog even een vraag van Cor van Dongen. Want die zei, de pareltjes of de billions moet je afvlakken met de Supreme Finish tegen het verkleuren.
dat hoeft niet. Want ze verkleuren helemaal niet. Dus dat is super tof. Dus leg ze er gewoon mooi op. Dan blijven ze heel mooi lekker als een biljoen. Zonder dat het één grote plakkaat wordt. Dus dat hoeft inderdaad niet afgelakt te worden. En wat hebben we nog meer? Vorige week vroegen wij natuurlijk. Hoe kijken jullie thuis naar ons? Nou, laten we eens gaan kijken hoe dat gaat. Oh, ik ben benieuwd. Ja, zo leuk. Oh, met werk erbij. Oh, ja. Dat is ja. Leuk. Met de nieuwe cat eyes. Lekker met de hondenkinderen erbij. Ja, oh, ik zie het, ja. Wat heel lief, herkenbaar. Lief. Ja, heel herkenbaar. Oh, lekker romantisch in donkere sferen. Ja, heel leuk. Beetje duizend en één nacht. Romantische avond op die woensdag. Sowieso. Oh, dat is leuk. Hé, je bekent iemand daar op de achtergrond. Ja, hartstikke leuk. In het licht van de laptop. Ja, leuk hè. Ja. Maar dat is echt heel leuk zo. Want leuk ook op de grote schermen. Hey. Ja, het demowerk. Ja, superleuk hoor. Ja, heel gaaf. Het is echt leuk om het zo te zien. Hey, kijk dan, ik trek een dekje. Naast de kerstboom. Naast de kerstboom. Ja. Nou, dit is toch leuk om dat te zien. Dat is heel leuk. Heel moeten we ook met rond de kerst doen helemaal. Dan heb je helemaal die sfeer. Hartstikke leuk. Nou, dan moet je mij nou zien. Tijdens het werken. Ja, leuk nou, zeg. Kijk nou gezellig. Toch. Gezellig. Dat is echt ja, leuk. En ook je klant die mee kunt kijken gelijk. Ja. Nee, gelijk nieuwe ideeën opdoen misschien. Die zegt allebei volgende keer, doe mij dat ook. Ja. Ja. Lekker onderuit. Met de voetjes onderuit. Heerlijk. Ja, maar het is toch leuk zo. Hey, Miertje. Ja, heel leuk. Ja, maar ik vind dat ook wel leuk zo om te zien. Leuk hè, om te zien. Ja? Brengt je iets dichter bij de kijker. Hè? Nou ja, precies dat. Ja, want wij komen wel bij jullie de huiskamer in. Maar nu konden we heel even op de andere manier bij jullie kijken. Ja, goed idee. En de volgende, Pepijn, hebben wij nog iets leuks nu? Ja, natuurlijk. Ik zie dat Irene Vossen zegt, de live was lastig te vinden, maar ik ben er. Ja, Irene, we hadden in het begin wat technische problemen. Dus misschien heeft het daar wel aan gelegen. Onze bloeddruk, mijn bloeddruk, gaat in ieder geval hier. Niet maar okay. Het is goed gekomen. Janti, jij vraagt, ik zou graag met de blusjes aan de slag willen. Is het dan echt noodzakelijk om de training ervoor te doen? Nou, ja, nee. Want je kunt natuurlijk gewoon de blusjes aanbrengen, want het is gewoon een product vergelijkbaar met een wat dikkere rubber base. Ja. Maar wil je het totale concept aanbieden, dus het. De combi-manicure, die perfecte Russian manicure, ja, zo moet je hem aanpakken, superschone cuticle, waardoor je meer kunt vragen voor de behandeling, dan is het wel verstandig om een cursus daarvoor te doen. Ja. Ja. Maar dan hebben we natuurlijk een kortere cursus in dat geval. Ja, ik zou het wel doen, want weet je wat het is? Je kunt nu met dat nieuwe flesje en een nieuw product tegen jouw klant inderdaad zeggen, dit is ook echt iets nieuws. Waardoor het voor haar wat makkelijker is om te begrijpen en voor jou makkelijker om dan toch wel even een andere prijs eraan te gaan zetten. Want anders zegt ze van, nou, dat flesje gebruikt hij de tweede keer ook. Waarom is het dan duurder? Is het ook herkenbaar nieuw. Absoluut. Ja. De Doppet heeft een hele andere look en feel. Ja. En ja, er zijn heel veel verschillende posters ook van de blusjes. Ja. Waaronder van de modellen, de blush babes. We hebben natuurlijk ook posters met de huidstinten bij elkaar. Dus de cool, warm, medium bij elkaar gegroepeerd. Er zijn verschillende mogelijkheden. Ja. Die kun je bij ons krijgen, bij onze vestigingen in Weert en in Kaatsheuvel. Maar natuurlijk ook bij onze distributeurs. Ja. Ik denk dat, want ik kan niet twee dingen tegelijk doen. Ja, nee. Ik doe wel alsof, maar ik doe niet. Nee. Ik probeer het ook niet eens. Ik weet wel dat er een demo op ons staat te wachten. Ja, en dat is een demo, daar word ik wel heel gelukkig van. Daar word ik altijd gelukkig van, Anjo. Ja. Maar dit is een soort overdadige glimmer, glitter, airnails, shebang. Ik hou ervan. Let's do it. Deze keer ga ik een Golden Eyenails Barok design voor jullie maken. Kijk maar mee. Hierop gaan we eerst met nummer 1, de boven- en de onderkant eyenailsen. Ik ga eerst de schuine onderkant doen. En dan schuin aan de bovenkant. Het midden hou ik zwart. Hierna ga ik verder met nummer 10. Over het wit heen ga ik nu nummer 10 sprayen. Aan beide kanten. Groen eruit en ik ga verder met nummer 4, blauw. De onderkant
ga ik een beetje blauwig maken van het groen en de bovenkant ook. Over de geërbruste stukjes ga ik nu bezend opbrengen en wat flakes inplakken. Ik gebruik hiervoor de blauwe flakes nummer 854. Met mijn detailer 3 breng ik dun wat laagjes aan op het geërbruste. En breng ik wat vleekjes aan. Als die uit de lamp komt, ga ik hem eerst aflakken met een matte topcoat. En hij gaat weer even terug in de lamp. In de volgende stap haal ik de plaklaag van de matte topcoat af en buff hem even licht met een whiteblok. Ik buff hem expres omdat ik ga stempelen hierna en daarna wat pigment erop aanbreng. En anders blijft het misschien toch nog plakken in de rest van de topcoat. Hierna gaan we stempelen. Ik gebruik hiervoor de Animal's Plate en zwarte nagellak. Screpen. Stempelen. En gelijk een beetje groene pigment eroverheen. Als die uit de lamp komt, haal ik de plak eraf en buff hem weer op met een whiteblok. Op het middelste zwarte stuk ga ik nu barokkrullen airbrushen. Ik doe dit met de barokmaskings. De metallic kleuren zijn altijd lastig te sprayen en moet je ook vrij voorzichtig doen. Hieromheen ga ik allemaal krullen plaatsen. Als je klaar bent met het goud, ga ik er nog een keertje met nummer 10 overheen. Een heel klein beetje om het goud een beetje groenig te laten worden. Dit doe ik echt maar heel licht, alleen een beetje in het midden. Ik ga hem nu aflakken met een glanzende topcoat. En hij gaat even in de lamp. Als die uit de lamp komt, ga ik er natuurlijk nog strassteen op plaatsen. Dat hoort bij een barokdesign. En de steentjes die ik gebruik zijn de transparent ice. Omdat die wat transparant zijn, nemen ze leuk de kleur van de ondergrond aan. De bouillons doe ik zelf in de glanzende topcoat. Zodat je dadelijk gelijk klaar bent. Nu komt de laatste stap en gaan we met de liner black nog wat leuke krullen plaatsen. Om de krullen van de liner gel een beetje mat te maken, strooi ik er wat reinforcement powder in. Je kan dat ook doen met de clear acryl powder. Gewoon over de hele tip. Een lekker laagje. Als die uit de lamp komt, hoeven we alleen nog maar even de reinforcement powder eraf te vegen. En dan is het design klaar. Kijk maar mee. En dan is dit het eindresultaat. Ik heb ook nog een setje gemaakt met andere kleuren. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden en tot een volgende keer. Ja, dat was lekker overdadig en echt prachtig. Ja, lekker veel. Ik vond het echt leuk. Een beetje cavalli moest ik aan denken in de tussentijd als ik bezig was. Ja, tof. En die reinforcing powder is natuurlijk super slim. Ja, echt heel erg leuk. Maar ik hou zo überhaupt wel van zoveel dingen bij elkaar. Ja. Ja. Gemma, jij vraagt zegt dat je benieuwd bent naar het huiswerk. Dat gaan we in het komende blok met Selina vertellen aan jullie wat het huiswerk is. Heb jij nog comments, Deborah, of zeg je we gaan meteen door? Nou, ik heb even een vraag voor Cerise.
Is de blush, dat vraagt Janti, een beetje vergelijkbaar met de building base om te verwerken op de nagels? Om te verwerken bedoel je, Deborah? Of ja, om, ja om voor de uit. Ja, 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 nou ja, kijk, het lijkt wel een beetje op elkaar. Maar die twee gels die hebben allebei gewoon een heel andere consistentie. Dat is een ander soort gel. En waaraan ik denk dat blush meer dat makkelijker is om te verwerken. Alleen moet je wel even weten hoe. Want het zijn bepaalde eigenschappen, zowel van de ene gel als de andere. En het is wel zo dat je dat in een training natuurlijk het allerbeste leert. Je kunt het wel een beetje voelen. Maar het is echt een andere gel. Zoals dat je of met normale gel werkt of met power gel. Daar zit ook een heel verschil in. Dus, het is een hele totale andere viscositeit. Ja, een ander verhaal. Maar alles wat natuurlijk in een flesje zit, blijft een gel die in een flesje zit. Klopt. En je hebt wel variaties daarin. Maar ja, in basis blijft het zo. Maar ik zou ook naar een training gaan, al is het maar. Ja. Om gewoon lekker die puntjes op de i te zetten. Ja. Waardoor je dan inderdaad 25 uur op meer kan gevraagd voor je behandeling. Ja, maar het is belangrijk. Want waarom zou je het zelf moeilijk maken als het ook makkelijk kan? Want... Exact. Ja. Nou, ik denk dat we dan nu maar doorgaan. Terug naar Selina voor het tweede design, het eerste deel. Ja. Wij zitten er klaar voor. Absoluut, hè? Ja, nou, tweede design. Deze gaat dus iets gecompliceerder worden, hè, Selina? Ja, iets uitgebreider. Mm-hmm. De handelingen zijn in feite nog steeds vrij basic. Maar het design op zich is wat uitgebreider en wat gedetailleerder. Ja, ik heb alvast een tipje voorbereid. Hier is een tipje. Twee keer afgelakt met Mind Your Mint. En dan heb ik in de natte, matte topcoat een inlay jewel gelegd. En die komen uit de serie... De abstract, die komen in deze kitjes. En dan heb ik de kleinste ovale gepakt, ja, de ovale vorm. Ja. Dus die heb je ook nog in een grotere maat, als je dat wil. Maar ik heb hier de kleinste gepakt. Nou, op dit tipje ga ik allereerst een klein schilderijtje maken. Dus dit is een soort hangertje. En hierin gaan we een roosje schilderen. Daarvoor gebruik ik... twee kleuren gel polish met een witte kleur als basis. Dus ik ga eerst even mijn widest white pakken. Dat is deze. En dan doe ik eigenlijk gewoon een klein druppeltje van in mijn schilderijtje. En dan doe ik hem met mijn detailer 3. Een beetje verdelen. Iets te weinig. Zo. Ja, zo kun je de hoogte goed zien, hè? Vanaf de zijkant inderdaad. Net iets hoogteverschil. Nou, dit hoeft niet heel netjes, maar het moet gewoon een beetje dekkend zijn. Ja, en nou, helemaal vol. Helemaal vol. Ja, als een soort achtergrondje. Mm-hmm. Die moet eventjes helemaal uitgehard worden. Dus die gaat 30 seconden in de twinlight. Ja. In de tussentijd pak ik even mijn Jessica's Choice. Nou, die is al zo vaak gebruikt. Geen naam heeft staan. Nee, die is zo vaak gebruikt. De naam is gewoon weg. Op mijn palet heb ik twee kleuren gel polish. Waaronder de lichte kleur Mind Your Mint. En de donkere kleur is Turquoise Sea. Dus met die twee kleuren ga ik schilderen. Nou, ik begin met de Mind Your Mint. Dus ik pak een klein druppeltje op het puntje van mijn penseel. En daar leg ik eigenlijk een bolletje van neer. En daar maak ik een rondje van. En in die natte laag rol ik mijn penseel nu door de Turquoise Sea. Dat die goed verzadigd is. En dan wil ik een beetje product op het puntje hebben liggen. En die leg ik dan eigenlijk dat puntje neer in die natte Mind Your Mint. En dan trek ik hem een beetje in een swirl door. Dus dit is een hele basic vorm hoe je een simpel roosje kunt tekenen. Ja, is wel echt heel handig zo. Ja, beetje wet in wet. Ja, een beetje wet in wet. Nou, op zo'n klein oppervlakte lijkt het al meteen een roosje. Ja, zeker. Ik doe hem even snel vastcuren. Even 10 seconden dat het roosje nergens meer naartoe gaat. En dan ga ik verder met de Turquoise Sea. Nou, ik wil er wat blaadjes eigenlijk nog bij hebben. Dus ik pak een beetje weer op het puntje van mijn penseel. Ik leg een stipje neer.
En dan trek ik dat stipje door naar mijn roosje. En hetzelfde doe ik aan de andere kant. Ik leg een stipje neer. En het stipje trek ik door. En dan doe ik in die natte laag ook weer een puntje van de Mind Your Mint. In het puntje van mijn blaadje. En ook aan die kant. En dan trek ik die door. Een soort wetting wet, hè? Ja, en het is, geeft me echt zo'n vintage gevoel. Ja. Zo leuk. En ja, zo'n klein oppervlakte is natuurlijk heel tof, ja, om dat te creëren, hè? Ja. Deze manier. Die cool. Ik zat niet in het midden. Die doe ik even snel 10 seconden vastzetten. Ja, en je kunt natuurlijk ook even, hè, met je flashlight je lampje erover op de pop. Ja. En dan kun je ook door. Kun je ook door, ja. Dus nu heb je eigenlijk de kleuren andersom gepakt dan het hartje van je roosje. Ja. Nou, dan krijg je dit. En dan wil ik nog even 2 blaadjes erbij. Weer met de donkere kleur. Dus weer eerst die donkere? Ja, maar deze laat ik gewoon zo. Oké. Okay. Dus hier doe ik niks meer mee. Een soort pioenroos. Ja. En die gaat... Leuk. 30 seconden uithouden. Mooi, mooi. Ik vind het ook mooi dat je dan in dezelfde kleur, hè? De ondergrond, de roos. Het lijkt een beetje op zo'n kameel. Ik zou het net zeggen. Ja. Maar ik denk dat moet een kopje zijn, maar niet dus. Hè? Ja, dat mogen ook bloemen zijn. Dat is zeker goed. Porseleinachtige. Mm-hmm. Ja, of een beetje dat blauwe Wedgwood. Ja. Ja. Eline reageert en jullie zijn er stil van. Ja, dat klopt. Ja, wij zitten echt voorover gebogen. Oh, wat mooi. Ja. Nou, hij is nu uitgehard en dan ga ik hem eigenlijk inpakken met Flex & Shine. Dus ik pak nu een topcoat zonder plaklaag. Dus dat mag dus Flex & Shine zijn. Dat mag ook de Supreme Finish zijn of de Magic Shine. Maar ik ben inderdaad fan van de Flex & Shine. Maar dat komt eigenlijk door de structuur. Want ik ga hem nou wat dikker opleggen. Ja. Ja. En de Supreme Finish is iets te vloeibaar eigenlijk. Dus die gaat lopen. Dus ik leg een flinke druppel in het midden gewoon neer. Dus echt ook dat je wel een beetje hoogte krijgt. Echt hoogte, ja. Mm-hmm. Alsof die... Oh ja, alsof die onder zo'n glazen doom ligt, wat je wel eens ziet. Ja, leuk. Ja. Kun je hier ook bijvoorbeeld gemstone gel voor gebruiken en hem dan aflakken? Als je hem nog wat hoger wil, ja. Hè? Dat kan. Als je hem nog hoger wil, kan dat zeker. Of het is wel minder egaal, gel uit de pot. Ja. Nou, en die moet kan dan wel ook. Even 1,5 minuut. Ja. Okay. Dus ik weet niet of er nog vragen zijn. Nou, nee. Vooral, ik hou van Camé en wij zijn er stil van. En het gaat gewoon helemaal... Mensen zitten super aandachtig naar je te kijken, dus Selina. Hé, maar ik had nog wel een vraagje voor jou, Deborah. Ja. Want jij maakt natuurlijk ook de winnaars bekend, hè? Ja, dat doe ik zeker. Want wij hebben natuurlijk ons weer uitermate ingedeeld op het huiswerk van de afgelopen 2 weken geleden. En Jess en ik hebben weer echt 3 hele leuke demo's, tenminste demo's, winnaars eruit gekozen met prachtig mooi werk. Dus laten we even gaan kijken naar de eerste. En dat is Debbie Dussel met prachtig mooi werk van de nieuwe producten. Hartelijk gefeliciteerd. Het is nog wel leuk om te vertellen dat Debbie, ik las het vandaag op onze pagina, de Nail Talk Live pagina, dat Debbie vandaag is gebeld. Ze wordt eigenlijk sneller geopereerd dan de bedoeling was. Ja. Dus al vrij deze week al las ik. Dus heel veel succes en beterschap alvast gewenst natuurlijk. Maar hoe leuk is het dat je nu dus wel... een prijs heb gewonnen. Dus die komt jou zo snel mogelijk tegemoet, Debbie. En heel veel sterkte en beterschap gewenst. Ja, ook namens mij natuurlijk. En de rest van het team. En namens ons allemaal. En de rest van het team uiteraard. En we hopen dat je met de nieuwe producten lekker aan de slag kan. Zodra je weer een beetje beter bent. En dan gaan we gauw naar nummer 2. Ook prachtig. Van Tamara Monten. Ja, super. Ik vind het echt mooi. Een beetje kerstmis. Kerstig, hè? Absoluut. Ja, heel leuk gedaan. Heel mooi. Cool. Zeker. Ja. Ook een beetje dat barokstijltje als je er zo naar kijkt al, hè? Heel leuk. Ja. Gefeliciteerd. Ja, gefeliciteerd. En nummer 3. We hebben er nog 1, jazeker. Ja. En dat is geworden Thea Dieters. Nou, ook prachtig. Heel leuk. Supermooi, Thea. Heel leuk, met de kleurverschillen zo. Erg leuk. Ja, van harte gefeliciteerd. Van harte. Ja. En maar we hebben natuurlijk ook voor deze week het huiswerk. Laten we gaan kijken wat dat is. Nog niet? Ja, ik denk dat het ook... daar komt hij. Ja. Dat is natuurlijk de barok. Creëer een barok juweel verdeeld over 3 nagels of colorpops. En daar moet op 1 nagel moet er een half edelsteen gemaakt zijn. Dus zoals Selina nu aan het maken is. Cool. En dan zijn natuurlijk de regels hebben we ook nog. Want zeker, we hebben regels. Je hebt 2 weken, dus tot 8 december de tijd, om je huiswerk in te sturen. En stuur alleen je huiswerk in via de link in het barokalbum.
Als er nog verbeterpunten zijn, neemt de leraar contact met je op. En zorg ervoor, heel belangrijk, want wij krijgen continu mails binnen en er staat dan of een klein filmpje in, of alleen het eindresultaat. We moeten de step-by-step foto's hebben. Dus geen filmpjes, want dat kunnen wij ook niet altijd openen. Maar echt alleen maar de step-by-step foto's. Super belangrijk, vergeet het niet, anders kunnen wij de foto's niet meenemen in ons eindoordeel. Dus alsjeblieft, let daarop. En natuurlijk heldere foto's, ook belangrijk. Dus nou, even kijken, hebben we nog iets leuks? Ik ben benieuwd. De prijs! Ja, hallo. Natuurlijk, wat hebben jullie gewonnen? Excuus. Het is ook een... wat zullen jullie winnen? Nou ja, wat hadden de mensen nog gewonnen en wat zullen jullie winnen? Nou, wat de mensen hebben gewonnen waren nieuwe producten. Maar dit zijn de producten die je wint als je meedoet aan de workshop van Celina. Dat zijn twee gel polish kleuren naar keuze. We hebben hier de Mindful. Dat is leuk. Maar naar keuze, neem contact met je op. De inlay jewels, de abstract, plastigel, white natuurlijk. Die tool en die plastigel weet je nu wat je ermee moet doen. Ja. En dat is dan als laatste de gemstone gel, geloof ik. Ja. Nou, superleuke prijs, want dan kun je meteen aan de slag. Ja, echt een superleuke prijs. En we hebben ook nog die prijs, ik hoor het in mijn oor. De winnaars. Dus het was Debbie Dussel, Tamara Monte en Thea Dieters. Dit hebben jullie gewonnen, komt naar jullie toe. De vier metallic gels, een unicorn pigment en natuurlijk, omdat je er nooit genoeg van krijgt, een penseel van Jessica. Jessica Joyce, wauw. Ja, dat is mooie prijs ook inderdaad. Ja. Ja, prachtige kleuren, echt. En die lopen als een tierenlier, weet ik toevallig. Ja, dat is heel mooi. Ook om te lakken. Ook, en om een French mee te schilderen. Ja, echt absoluut. Prachtig. We gaan even terug naar de boven. Ja, ik heb eentje van Iris die vraagt: in plaats van de plastietjouw, als je die niet hebt, mag je dit design ook maken met acryl, Celina? Nou ja, wat mij betreft wel. Ja hoor, mag. Ja. Alright, nou dat was eigenlijk momenteel de enige, want we krijgen heel veel gefeliciteerd en bedankt. Als je de inlay jewels niet hebt, kan het dan ook met de fashion stickers? Denk het wel, toch Celina? Ja, dat kan zeker. Ja. Ja, heb je ook hele mooie vormen. Ja, een beetje hetzelfde eindresultaat. Ja, ik denk dat we het gewoon zo moeten doen. Maak een prachtig barok, juweelachtig design over drie nagels. Maar je bent daar wel vrij in hoe je dat doet. Ja. Doe je dat met bouillons, doe je het met strassteden. Ja. Maar maak er één zelfgemaakt element in waar dat juweel zich omheen baseert. Ja. En dat kan met plastigel, of met acryl. Ja. Of dat bol ding, die doom, waar dan dat bloemetje in zit. Ja. Dat is eigenlijk je kunt dat ook gaan schilderen en dan inderdaad met bouillons erlangs en dat gaan opvullen. Ja. Ja. Het moet een soort hanger worden. En dan verdeeld over drie. Oh, kijk, ja. Dat zou ik doen. En dan verdeeld over drie nagels. Het mogen nagels zijn, maar het mogen ook tips zijn naar keuze. Yes. Dus misschien denk je nu bij jezelf, nou, dan wil ik nog wel meer inspiratie hebben. Ah, Linda. Oh, ja. Als het over krullen gaat, als het over barok gaat. Als het over krullen en over barok gaat, gaat het natuurlijk ook over Linda. En Linda heeft een heel mooi design voor ons. In een andere uitzending heb ik al een ermelnagel gemaakt en daar ga ik nu krul op maken. Op mijn steen heb ik een mix liggen van Liner Gel Black en de zwarte Cerise Sweeties. En ik heb enkel Cerise Sweeties liggen. Ik ga mijn penseel laden met de mix. En ik zorg ervoor dat ik niet te veel aan mijn penseel heb. En dan ga ik het beginnen met het maken van een lijn. Ik leg daarvoor mijn penseel bijna plat. Ik ga er nog een lijn naast maken. En dan ga ik beginnen met de krul. Dan vind ik het fijner om een druppeltje aan mijn penseel te hebben, maar ook niet een te grote druppel. Ik leg mijn penseel op de nagel. En ik sleep een lijn. Dan ga ik hetzelfde doen aan de onderkant. En deze verbind ik met mijn eerste lijn. Onderaan de nagel ga ik eenzelfde element aanbrengen. Ik leg mijn penseel neer.
en ik sleep hem mee. Mijn krul valt als het ware van de nagel af. En hij eindigt weer op de nagel. En nu ga ik mijn krullen uitwerken. Ik zorg ervoor dat ik weinig gel aan mijn penseel heb, want er ligt nog genoeg gel op de nagel. Ik trek mijn krul wat verder uit. En ik maak er een soort dakje op. Ik voeg nog een druppelvormig element toe. En hetzelfde doe ik aan de onderkant. Ik sleep wat gel mee naar boven en ik volg de vorm van mijn eerste krul. De onderste krul ga ik ook uitwerken. Ik maak er weer een dakje op. En ik ga nog wat elementen toevoegen. De nagel gaat nu niet in de lamp, want ik ga sugaren met de stauwbesglitters. En met mijn spatel zorg ik ervoor dat ik genoeg glitters in de sweeties laat vallen. En mijn bakje staat eronder om mijn glitters op te vangen die van de nagel afvallen. De sweeties zijn uitgehard en ik ga de overtollige glitters ga ik verwijderen met de fluffy brush. Nu heb ik al een tof effect, maar ik vind het nog leuker om nog een rhinestone toe te voegen. Met mijn detailer 3 neem ik een klein beetje gemstone gel op. En daarin ga ik mijn strassteen plaatsen. Nou, de Starburst glitters zijn uitgehard, maar ik vond het toch nog leuk om nog een element toe te voegen. Kijk maar gauw mee. Ik heb hier twee lijnen gezet en ik ga daar een soort laddertje van maken. Deze lijnen zijn nat, dus ik heb niet heel veel gel meer nodig aan mijn penseel. En ik ga eigenlijk de natte gel mee naar beneden trekken. Nu is de nagel echt klaar. Kijk je mee naar het eindresultaat? Dit waren de krullen een keer op een echte hand in plaats van op een kolenpop. Tot de volgende keer! Ja, we zeggen al hier tegen elkaar, dit heet ook een beetje kerst. Ja, ook. Heel gelijk al, hè? En tegelijkertijd ook heel mooi. Ja, normaal zijn we gewend dat Linda dat in de roze doet en met steentjes en alles erbij. Maar dit is echt wel mooi. Mooi kerst, donkere dagen. En misschien met een zwarte French manicure erlangs. Oeh, ja, dat vind ik ook tof. Oh, ja, okay, misschien is het al helemaal voor ons. Mooi, Lin. Ja, prachtig. Ja. Ik denk dat we terug gaan naar Celina. Ja. Ja, is goed? Ja. Nou, ik ben al even verder gegaan met de tip. Dus hier zie je, ik heb wat studs toegevoegd en wat blaadjes toegevoegd. Nou, die studs die komen uit een strasswiel. Die heeft Aletta net ook gebruikt in haar demo. Ja. Ja. Dus dat is goud en zilver inderdaad. Mm-hmm. Ja. Nou, ik gebruik de gouden natuurlijk. En hier gaan we nou een roos aan toevoegen. Dus dan begin ik inderdaad weer met even met mijn spatel een bolletje op te nemen. En voor de kern van een roos gebruik ik wel wat meer als voor een blaadje. Dus hoeveel ik ongeveer nodig heb is nou zoiets. Dan pak ik mijn palet. En ik gebruik daarvoor mijn Ultra Designer. En dan heb ik hier nog een klein dipping dish. En daar zit gewoon water in. Met mijn Ultra Designer doe ik een beetje van het water op mijn paletje. Ja, dus dat maak je een beetje vochtig. Maak ik inderdaad een beetje vochtig. En daar
En dat leg je op het water. Ja, je kunt het bijna niet zien, hè? Het is wit op wit. Ik leg het op het water. Ja, zo kun je het wel zien. En dan rol ik hem een beetje uit. Als je iets meer deze kant op, dan kunnen we het op dat. Zie je dat? Oh ja, daar. Ja. Nou, moet ik zeggen, vind ik ook wel heel slim. Ja, slim. Wederom. Ja. Nou ja, zo plakt hij dus niet aan mijn palet. En dan kan ik, mijn penseel is eigenlijk schoon. En als ik merk dat hij plakt aan mijn plastigel, dan doe ik hem op een brush wipe. En daar heb ik een beetje prep en wipe op. Doe ik hem gewoon schoonvegen. Eigenlijk hetzelfde als wat je met de power gel doet. Ja. En zo kan ik deze eigenlijk plat duwen. Dus ik doe hem echt helemaal plat. Dus dan heb ik eigenlijk een plat. En af en toe maak je je penseel weer even nat. Een beetje vochtig. Het is niet echt nat, hè? Nee, het is niet het is echt minimaal. Ja, wat er het ligt. Is echt minimaal. Ja. En ja, er zit al zoveel water op mijn palet dat ik eigenlijk mijn penseel niet tussendoor nog nat maak. Nee. Er ligt genoeg hier. En kijk maar, ik kan, zie je, ik kan mijn plastigel gewoon bewegen eigenlijk. Wauw. Ja. Nou pak ik mijn detailer 3 weer en een beetje gemstone gel. Heel klein beetje. En dan doe ik dat aan de binnenkant van dat strookje plastigel. Ja, dus dan maak je weer lijn. Ja, eigenlijk. Ik maak hem eigenlijk inderdaad weer plak. Mm-hmm. En dan til ik dat puntje op. Met het puntje van je detailer 3. Ja. En dan zeggen we hatsenvlats. Ja. En dan rol ik hem op. Maar eigenlijk is het precies zo, maar ik doe dit op mijn handschoen. Ja. Ook dat nat maken en plat maken. Maar ja. Oh ja, dat kan ook. Maar die gemstone, echt geweldig hoor, Selina. Ja. Wat een tip. Kijk, en nou blijft hij ook plakken. Dan hoef ik niet bang te zijn dat hij me terugrolt. Nee. En dan heb ik dus hier eigenlijk al een heel lief bloemknopje liggen. Cute little one. Ja. En dan pak ik mijn tipje weer erbij. En dan wil ik hem eigenlijk, dus als je denkt dat dit de hanger is van de ketting, wil ik hem dus aan een ketting hebben hangen. Dus links en rechts komen de bloemen te liggen. Ja. Dus ik pak een klein dropje. Ja, een beetje aan je penseel. Ja, een beetje aan mijn penseel. En dat leg ik dan daar neer waar ik mijn bloemetje wil hebben. En hier komt dus hier echt het hart van je bloemetje. Ja, daar komt het hart van het bloemetje. Dan pak ik mijn plastigel tool weer. Want daaraan blijft die plastigel goed plakken. En dan leg ik hem erop. Nou, kijk nou. Super. Even iets meer in het beeld. Zo. Ja. En dan duw ik hem eigenlijk met mijn ultradesigner nog een beetje plat. Ja. Dus super handig, hè, op deze manier. Ja. Ik duw hem eigenlijk echt in de gemstone gel. Ja. En dan krijg je echt een beetje die lijntjes van een bloemknopje. Ja. Nou, ja, je moet hem voor thuis eventjes, ja. Sorry? Als je hem even goed in het midden houdt, even rechtop. En dan moet je even spelen met het licht, want dan kun je het goed zien. Even je hand aan de zijkant houden misschien. Soms want dan dat kunnen we iets beter zien, omdat wit, dat valt heel erg weg op camera. Ja, dan zie je echt dat het mooi een soort kijk, nu zie je het. Dat het echt het kern, het hartje van het roosje is. Ja, ja. Heel mooi. Ja. Nou, die doe ik even 10 seconden flashcuren. Ja. En dan pak ik alvast een beetje plastigel weer uit mijn potje. Want je gaat nog meer? Ja, ik ga de blaadjes pakken. Oké, leuk. Nou, voor de blaadjes pak ik iets minder als de kern. Zoveel ongeveer. Pak ik weer tussen mijn hand, eigenlijk tussen mijn vingers rol ik hem weer warm. Dus ik maak hem een beetje soepel. En ik rol er een druppelvorm van. Eigenlijk wat je net ook deed met je blaadjes. Ja, maar dan een groter, dus iets meer plastigel. Dus ik maak mijn paletje weer nat. En dan leg ik mijn druppeltje in neer. Even kijken, kunnen jullie het zien zo? Ja. En dan ga ik deze ook weer plat duwen. Mm-hmm. En dan vorm ik er eigenlijk een, wat is het voor een vorm? Een maantje. Ja. De vorm van een maantje. En dat wordt dan een blaadje. Dat wordt een blaadje, ja. En als ik te veel water heb, doe ik gewoon mijn... Even op je brush wipe, afdeppen. Ja, mijn penseel die zuigt het water op en dan de rest doe ik op mijn brush wipe eraf. Check even of die goed los zit. Dat doe je door je penseel er even onder te zetten. Even onder, ja. Kijk, daar heb ik hem. Ja, zo'n mooi plakje. Super, super, super. Ja. Oké. Nou, dan heb ik mijn tipje. Ik leg mijn paletje heel even iets meer deelt. Zie je dat witte streepje? Ja, dat is iets rustiger. Dan doe ik weer met de gemstone gel de plek waar ik het blaadje wil hebben, doe ik eigenlijk weer een beetje plaksel
Niet te veel, denk ik, hè? Nee, niet te veel. Schoon, maar echt een strijklaag. Ja, dat het laadje blijft plakken. Even goed in het midden weer. Voor je volgende blaadje. Ja. Dus met je die tele 3 pak je hem op. Pak hem op. En dan heb ik de platte kant naar de nagel toe en de bolle kant omhoog. En dan leg ik hem daar neer waar ik hem wil hebben. Dus door de gemstone gel blijft hij al goed plakken. Perfect. En dan vouw ik hem eigenlijk eromheen. En zo kan je hem dus uitbouwen, hè? Ja, zo bouw je hem echt uit, blaadje voor blaadje. En dan kun je hem zo groot maken als je zelf wil. Je kunt in het midden wat kleinere blaadjes toevoegen en dan uiteindelijk wat grotere blaadjes eromheen leggen. Zo bouw je hem helemaal uit, blaadje voor blaadje. Super. En iedere keer doe ik hem 10 seconden even in de lamp. Dus zo bouw je hem op. Nou, en hier ga je dan nog lekker mee verder? Ja. Denk ik, hè? Hier ga ik wel even mee verder, ja. Super. Nou, ondertussen wil ik natuurlijk ook nog even wat vragen aan jullie. Want doen jullie deze week ook weer gezellig mee met deze challenge? Ik zou het zeker doen. Zoveel tips en tricks alweer gehad. Nou, er zijn natuurlijk huiswerk en regels aan verbonden, dus die neem ik even met jullie heel snel door. Het huiswerk is: creëer een barok juweel, verdeeld over 3 nagels of kolenpops. En op 1 nagel moet er dan ook een half edelsteen zijn gemaakt, zoals Selina net heeft laten zien. Dus heel belangrijk, regels neem ik ook even met jullie door. Je hebt 2 weken de tijd, dus tot 8 december, om je huiswerk in te sturen. Dat kan alleen via die link die in het album Barok staat. En als er dan verbeterpunten zijn, dan nemen ik of Deborah contact met je op en dan krijg je een erkansing. En vergeet niet je step-by-step foto's mee te sturen. Heel belangrijk, want anders kunnen we gewoon echt geen e-certificaat aan jullie toesturen. Dat is echt een van de regels. En die prijs, want waar doe je het allemaal voor, hè? Komt-ie hoor, kijk nou toch. Dus niet 1, maar 2 gel polishes naar keuze. Een gemstone gel potje, plastigel. Nou, plastigel tool natuurlijk. En die prachtige inlay jewels, echt geweldig. Die je echt heel tof als inlay kunt gebruiken. Maar ook, zoals Selina vandaag heeft laten zien. En je kunt ze ook buigen, hè? Echt heel erg handig. Dus ja, echt super. Hey, Deborah, heb jij misschien nog leuke comments? Een paar yes. In ieder geval heeft Patricia Hopman-Rieks er enorm veel zin in deze uitdaging. En zeker naar de tips die ze gekregen heeft van Pepijn afgelopen zaterdag in Veendam. Dus we kijken er naar uit natuurlijk. En ik heb heel veel de vraag gekregen. Moet er 3D in zitten, Selina? En moet het met plastic gel of in ieder geval iets van 3D in je design zitten voor het huiswerk? Ja, vind ik eigenlijk wel. Ja. En, ik schrijf het even op. Ja. Dus. Ja. Een extra element, zeg maar, wat toegevoegd wordt aan je huiswerk. Ja. Dus okay. Er moet een 3D-element in zitten. Het zij met een plastic gel, het zij met acryl. Dat maakt niet uit, maar er moet een 3D-element in zitten. Dus, even kijken, hebben we nog meer leuke dingen? Moet het juweel over 3 nagels verdeeld zijn? Of mag het juweel bijvoorbeeld 1 nagel en de rest met leuke barok-elementen verdeeld zijn? Ik zou zeggen, leef je uit. Als jij dat over 3 nagels verdeeld wil hebben, vind ik het prima. Als een soort 3-luik meer. Ja, ja. Leuk. Oké. Okay. Ja. En dan 3D-elementen verdeeld over de nagels ernaast. Ja, leuk. Mooi. Mm-hmm. Ja. Ja, verder hebben we wat leuk, beautiful, mooi. En ik ga bij Yes de cursus doen, ben je er dan ook. Welke? Dus 11 december. Dan ben ik hier weer. Ja, nou dan denk ik wel dat ze bij jou zijn. Just of all. Dat is leuk. En nu hebben we even iets heel anders, want ik heb ook socials. Normaal doen we die in de Engelse, maar ik heb voor jullie wat hele toffe socials van echte gave baroknagels. Laten we gaan kijken. Oh ja. Kijk hoe mooi. Dat is toch prachtig, hè? Oh, cool. Ja. Heel vet. En mijn lieve collega's, Ries en Jess, hebben meegeholpen met het zoeken van al deze leuke mooie filmpjes en plaatjes. Dus tof, hè? Ja, dit is ook wat we vaak doen in de Engelse show natuurlijk. Maar het is ook gaaf om dat nu eens een keertje te laten zien hier zo. Oh, en, heel romantisch. Ja, heel romantisch. Maar ook met die ene nude kleur en toch zoveel diversiteit in de designs. Prachtig. Mooie parel. Ja, heel mooi gedaan. Echt relief, hè? Ja, echt ja. Echt die diepte. Mooi. Ja, heel erg mooi. Ja, prachtig. Ook weer zo'n sieraad, hè? Ja, mooi, hè? Maar dat is barok, hè? Ja, dat is toch een sieraad op zich. Dus. Ja. Maar van Rilane is natuurlijk ook prachtig. Oh ja, ja ook echt sieraad op zichzelf. Ja. En dit doe je dan met de gel, die dikke gel. Ja. Kun je dat ook mee doen? Ja, dat klopt.
Dit waren de allereerste keer dat wij de grote pigmenten uit hadden. Ja, ja, geschilderde barok. En dat heb ik toen nog op de Perfect Hand Model gedaan. Ja, mooi hè? Ja, heel mooi. Zo'n hele oude foto. Ja, maar wel mooi. Ja, oud betekent niet zo blij dat met die grote pigmenten. Is. Ja, heel nog mooi. Nog hoor. Oh, ben ik ook weer. Ja. Met pingelpangeltjes. Erg mooi. Dank je, heel dank mooi, je. Yes. Prachtig. En echt het highlight, hè? Het komt echt gewoon omhoog. Allemaal met masterpaints. Ja, erg mooi. En zeker dat matte effect, heel tof. Ja. Oeh, nou, dat zijn echte cerisaatjes, hè? Nice. Tof, hè? Mooi, heel mooi. Ik dacht ineens, oh ja, wacht. Ja, ja, maar ook barok. Echt barok, ja. Eigenlijk, als je het kijkt, is barok natuurlijk heel breed en heel veelzijdig. En kun je er eigenlijk alle kanten mee op. Dus prachtig, 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 prachtig. Nou, kijk, die kennen we wel, hè? Van de master, himself. Ja. Van Pepijn. Die moest erin natuurlijk. Ja, uiteraard. Uiteraard. Majestic uiteraard. Ja, prachtig, hè? Nou, dat zijn ze wel. Met Majestic Blue en de Majestic Barok. Prachtig. Ik ben gek op barok. Nee, dat was de Peacock Petrol. Maar wij ook, Pepijn. Ja, was de Peacock Petrol inderdaad. Ja, want jij had de ene hand ik gedaan. Zat ernaar. Ik zat erna. Ja, ja, ja. Dat was leuk, hè? Collaboration. Ja, dat was heel erg leuk, ja. Tof. Er waren wel twee totaal verschillende looks. Ja. Mm. Maar qua kleuren zaten we helemaal op één lijn. Dat vinden we allebei heel erg mooi. Ach ja. Ja. Super tof. Maar Pepijn, eigenlijk heb ik wel een vraagje nog. Waar gaat het volgende week nou eigenlijk over? Ja, nou, dat kun je beter aan haar vragen. Hè, Therese? Ja, ja, ik ga maar weer even uitsloven daar aan de overkant aan de demotafel. Want het gaat over stiletto-nagels, de hele show. En ik mag lekker op die plek gaan zitten om te laten zien wat ik ook de laatste tijd weer allemaal geleerd heb. Want ja, stiletto-nagel is echt een nagel waar ik nog niet genoeg van wist. Maar wordt het een stiletto? Een stiletto? Of een stiletto? Een stiletto, maar geen pin, hè? Nee, geen pin. Geen wel pin. Gewoon echt nog op het schabloon. Maar ik wil wel de hele lengte van het schabloon gewoon helemaal gaan gebruiken. Inclusief het extra stukje. Ja, hele moeilijke nagel. Ja, je kan zeggen dat het wel makkelijk te doen. Het is best wel een moeilijke nagel om hem zo scherp te krijgen. Maar daar zijn wel heel veel trucjes voor. En dat ga ik jullie laten zien. Dus ik heb er onwijs veel zin in. Fijn. Ja, en we hebben natuurlijk dan nog meer demo's, hè? Ja, inderdaad. Want we hebben ook een prachtige nagel van Deborah. Van Deborah. Met shells. Ja, oh, die is echt mooi. Ja, die is echt heel tof. Ja. En Linda had volgens mij ook nog een... Ja. En Jessica is daar ook met een stiletto-nagel. Maar dan inlay. Ja, die is ook met mooi. Allemaal mooie dingen. Ja. En ik meen dat het iets met slangenprint is. Mm. En heel cool. Dus je kunt dat helemaal... Dat is mijn show. Ja, het wordt een geweldige show. Ja, echt lekker, heel een erg technische leuk. Show. Ja, heel voordat veel we naar de laatste stap gaan van Celine, hebben we ook nog een hele mooie nail art. Ook hele kleine blaadjes, maar dan plat, vlak en heel zacht, vrouwelijk en elegant. En dan denk je natuurlijk meteen aan Michelle Taribuca. Ja. Dag dames en heren, vandaag gaan we een design maken en dat noemen we een guirlande. Het zijn een soort van barokachtige krullen, het past wel een beetje in die stijl. En die maken we onder andere met gel pasta, dus gel paste en gel polish. En we hebben een van de laatste kleuren ook weer gebruikt hiervoor en dat is de cat eye topaz. Super mooie kleur, dus kijk maar even mee. Dit is het design wat we gaan maken. In dit geval hebben we hem gemaakt met de pistachio. De ondergrondkleur is de Nail Plate Extender. De grotere bladen hebben we dus gemaakt met een gel paste. En de kleinere, de tussenliggende accenten, zeg maar, die hebben we gemaakt van een combinatie van de Cerisa Sweeties White Coconut en de Liner Gel White. Dus we beginnen met een tipje te lakken in de Nail Plate Extender. Vervolgens lakken we een smaallijn erop. Tot aan een smaallijn, zullen we maar zeggen. Met de blauwe topaaskleur. Dan lakken we hem af met de Supreme Finish. En nu gaan we beginnen om onze guirlanden te maken. Dan ziet onze tip er zo uit. En vervolgens pak ik dus mijn detailer nummer 3. Detailer 1 kan ook, het is maar net wat je fijn vindt. En pakken we een beetje van onze gel paste. En ik laad even mijn penseel. En nu gaan we een aantal bladeren schilderen. Ik zet mijn penseel neer. Dat is 1. En voor elk blaadje laad ik mijn penseel wel even weer opnieuw.
En wat belangrijk is bij het schilderen van dit soort bladeren, wil je echt een beetje dat relief erin krijgen, dus dat er meer gel ligt en minder, is dat je het langzaam doet. Dus niet te snel je blaadje erop te willen schilderen, maar even iets meer tijd te nemen per blad. Nou, we hebben onze blaadjes neergezet en nu gaan we hem afmaken met een paar mooie extra details en highlightjes. Dat doen we met onze Jessica's Choice en dus de combinatie van de Cerisa Sweetie White Coconut en de Liner Gel White. Kijk maar even mee. Even kijken. Ik pak een iets meer hoeveelheid op, zodat ik met een bolletje kan beginnen. Ik zet hem neer. En ik trek hem mee. Ik zet hem neer. En ik trek hem mee. En wat ik ook doe, is om de blaadjes een beetje te definiëren, is bijvoorbeeld door hier een extra highlightje te zetten. Dus ik zet hem over het blaadje heen en trek hem dan mee. En dan kan ik een beetje het steeltje nog iets verlengen. Hetzelfde doe ik aan deze kant. En een paar dotjes om het af te maken. En toen zei Pepijn op het eind, misschien nog een klein steentje of een bullion. Dus we hebben nog een paar bullions erbij geplakt. En eerlijk, het geeft net een beetje dat extra's. Kijk maar even mee. Ik hoop dat jullie ervan hebben genoten. Tot de volgende. Doeg. Ja, en in de comments kwam de vraag, wat is dit voor een stijl? Nou, ik zou het romantic baroque noemen. Ja, inderdaad. Ja, ja. Inderdaad. En klopt. Er was ook de vraag... gel paste, wat is dat nou? Ja. Ja. En gel paste is eigenlijk de voorloper van liner gel. Maar gel paste is, ja, hoe moet je dat nou omschrijven? Hij is dikkeriger, hij is plakkeriger. Slierteriger. Hij is plakkeriger, hij is slierteriger. Ja. En als je dan je penseel plat duwt, dan opent dat penseel zich, als het ware, dat haar zo. En dan sleep je door die gel heen en dan zie je die lijntjes in die gel zitten. Het relief. Het relief. En dat zie je weer niet bij liner gel. Ja. Nee, want die trekt wat eerder samen. En als je nou Cerisa Sweeties pakt, trekt die nog eerder samen. Dus dat zijn al die verschillende structuren van gel, zeg maar. Waarin de gel paste eigenlijk het hoogste, het meest stug is. Ja, ja. Toch? Ja, het meest lobbig, stug, het meest geschikt voor dit soort designs. Ja, ja. En dan gebruik je de liner gel weer om die te omkaderen of daar kleine elementen aan toe te voegen. Ja. Zo zie je dat eigenlijk iedere gel, daar hadden we het eerder vanavond over, hè, hoe leuk het is om te weten wat al die gels doen, al die eigenschappen, dat ook voor de nail art gels geldt. Ja, juist voor de nail art gels eigenlijk. Ja, nou voor alle gels. Ze hebben echt hele specifieke eigenschappen. En dan kun je misschien denken, ja, maar kan dat ook daarmee? Alles kan en voor alles is er een manier om dat dan te doen. Maar dan moet je even gaan spelen. Ja. En wij proberen het vaak zo makkelijk mogelijk te maken voor de mensen die zeker. De nagels willen maken. Ja, inderdaad. En soms is een andere blik, een andere kijk erop heel erg leuk. Zoals vanavond bij Celina natuurlijk hetzelfde. Ja, en dat geldt ook voor de vraag van jouw Teuntje. Kun je dit design alleen maken met gel paste? Dat kan dus ook met andere gels. Misschien moet je wat harder duwen. Misschien moet je het juist een beetje mengen. Eigenlijk zijn daar honderden manieren om dat te maken. En dan... Ja, het ligt er ook aan hoeveel van dat relief-effect je eigenlijk wilt. Ja, klopt. En dit is ter inspiratie, hè? Dus... En dit is de inspiratie. Ja. Zou het ook met masterpaint kunnen doen. Ja. Als je met masterpaint vrij dik werkt en je zet hem op en je maakt je penseel droog, je zet hem erin, je trekt hem er doorheen, krijg je ook een soort relief. Of met acryl heel dun. Of juist met acryl weer heel erg dun. Dus je kunt met alle verschillende type producten hetzelfde type design maken. Ja. Alleen soms is het lastig om het te maken en soms is het makkelijk. Klopt. Dus, ik denk dat we terug gaan naar jou, Celina, want jij hebt het ons vanavond in ieder geval heel erg veel makkelijker gemaakt. Nou, gelukkig. Goed om te horen. Ja, ik ben eigenlijk verder gegaan met mijn design, dus ik heb nou twee roosjes, wat bloemknopjes toegevoegd en wat blaadjes. En dan ben ik eigenlijk bij de stap aangekomen waarop ik de ketting ga maken. Ah, schattig. Heel mooi. Zo leuk. Ja, nu kun je het ook echt goed zien. Ja. Ja, ik word hier gelukkig van. Ja, dat begrijp ik ook. Ja. Nou, lijkt het misschien wel leuk om even te laten zien hoe ik de bouillons en wat strass toevoeg. Ja, leuk. Mm. Yeah. Nou, voor de bouillons gebruik ik het kitje wat we hebben. Met die drie prachtige kleuren. Ja, echt mooi. Verschillende maten ook. Ja, super fijn. Ja. Nou, ik ga nu natuurlijk de gouden gebruiken en ik gebruik dan de kleinste maat. Ja. En dan heb ik op mijn palet. Even kijken. Hier heb ik een beetje flex en shine liggen. En ik pak daarvoor mijn detailer 1 weer terug.
Ik maak met mijn penseel even vochtig in de Flex & Shine. En daarmee pak ik wat bouillons op. En die leg ik in de Flex & Shine. Dus die laat ik daar lekker in zwemmen. Dan kan mijn kitje weg. En dan pak ik mijn Pepijn's Choice erbij. En weer de Gemstone Gel. En dan doe ik mijn Pepijn's Choice eigenlijk nat maken in de Gemstone Gel. Niet te veel, maar gewoon dat hij wel wat gel op zich heeft. En daarmee trek ik dan een lijn. Nou, ik wil hier eigenlijk een hanger gaan creëren. Dus dan leg ik Pepijn's Choice neer, zodat ik daar een rechte lijn heb van de Gemstone Gel. En daar is dit penseel ook gewoon uitermate geschikt voor. Rechte lijnen. Die doet het werk eigenlijk omdat al voor jou. Omdat lange haren heeft. Ja. Mm-hmm. En ik pak mijn... dit is de Rhinestone Wax Picker, als ik het goed zeg. Maar hij heeft een waxen tool voor je steentjes op te pakken. En hier aan de andere kant heeft hij een dotting tool. Dan pak ik met die dotting tool... Pak ik met die dotting tool een beetje Gemstone Gel op. Mm-hmm. En die leg ik hier... Even iets meer in beeld. Wat? Sorry. Zo. Super. Leg ik hier een klein druppeltje en hieronder op. Oké. Okay. Er is een vraag toevallig even tussendoor van Samantha Phoenix. Ja, ja. En dat gaat over de bouillons. Als zij ze op de nagel gebruikt, dan heeft ze wel eens dat ze verkleuren. Nou, het is niet zozeer van Samantha dat ze verkleuren, dan zullen ze slijten. En als jouw klanten daar last van hebben, dan kun je er natuurlijk voor kiezen om er een heel klein beetje Flex & Shine Supreme Finish of een andere topgel naar keuze overheen te leggen om ze te beschermen tegen het slijten. Het verkleuren, dat lijkt me vrij onwaarschijnlijk, maar het slijten kan natuurlijk wel. Ja, maar dan is het wel echt wat mee gebeurd. Dus dan is die echt, is dat echt erg tegenaan gegaan. Ja. Of iemand heeft dan bijvoorbeeld heftige schoonmaakmiddelen gebruikt. Antikal, dat soort dingen. Ja, daar kunnen ze misschien niet tegen. Ik heb het zelf eigenlijk nog niet meegemaakt. Ik ook niet, maar ik kan me voorstellen dat het door slijten wel kan. Ik ben zo benieuwd, want we hebben nu een lijntje. We hebben een dotting tool met Gemstone Gel. En we hebben de boel, liggen in Flex & Shine. Oh, en ik zie allemaal strasswiels. Kijk. Ja, ik gebruik dus inderdaad weer het strasswiel met de studs. En ik gebruik het strasswiel met de black and gold. En voor deze gebruik ik de kleinste maat goud. Dus die pak ik met mijn waxtool heel makkelijk op. En die leg ik dan hieronder in dat beetje Gemstone Gel neer. Dus die liggen dan al op zijn plek. En met mijn detailer 1 ga ik dan mijn bouillons oppakken. En die heb ik hier al klaar liggen. Dus dan kun je ze gewoon... Met 2 tegelijk zou ik het dan doen. 3 wordt een beetje rommelig. En dan leg je ze in de Gemstone Gel neer. Nou, supermooi. En zo hoef je er ook niet zenuwachtig van te worden, hè, Selina? Want ze blijven echt gewoon op de plek. Ze blijven gewoon lekker liggen, ja. Leuk hoor. Ja, en dan is natuurlijk de grote truc, wanneer stop je? Ja. Want ik zou nog wel even door kunnen gaan, denk ik. Ja, nou, ik had al gestopt, zeg maar. Nee hoor, er wordt een prachtig design. En ja, het is echt super. Ik ben niet helemaal weg van goud, maar dit design is zo mooi. Wordt dadelijk ook. Ja, maar het hoort er maar wel in bij. Combinatie met die ondergrond, prachtig, dat goud, dat moet daarbij. Ja, dat is prachtig. Ja. Echt. Nou, deze hard ik even uit, maar ik heb natuurlijk al eentje voorbereid. Want anders duurt de show heel erg lang. Dus hier, hier zie je hem. Hier zie je hem eigenlijk met alle strass toegevoegd. Wauw. Dus dan heb je echt een ketting. Nou, en op dit design gaan we dan de laatste handeling eigenlijk uitvoeren om er echt een barokdesign van te maken. En daarvoor gebruik ik weer mijn nagellakje, de gouden. En dat mooi. Ook weer een beetje op mijn palet. En dit is dus eigenlijk, als je nou naar je huiswerk terug gaat, dat dit de middelste tip zal worden. En dan dat je dan naar links en naar rechts misschien nog die rozen erbij pakt. Of juist die kettingen door laat lopen. Ja. Ja, en nu is het eigenlijk een kwestie van en nu inkleuren. Dit is leuk om te doen, denk dit ik, is het leukste. Ja. Ja. Dit is een kleurplaat voor volwassenen. Ja, inderdaad. En nu zie je ook echt al die lijntjes en al die petals, wil ik zeggen. Ja. De rozen, de blaadjes. Ik zit nou helemaal in het Engels, hè. Ja. Diepte echt, hè, yes. Ja, maar echt. En ik zit er bovenop hier, hè. Cool. Het is hier nog zoveel mooier. Echt prachtig, Selina. En zo werk ik je me eigenlijk af. Ja.
Ik heb een eindresultaat al klaar voor jullie. Zal ik die even laten zien? Hè? Ik moet mijn nagellakken weer uit de la trekken. Ja. Ah, ja, echt hè? Ja, deze. Ja, kijk. Oh, wauw. Dat is toch geweldig? Ja, heel mooi. En mooi met de nagellak. Moet letten wel hè, is dat je ook echt de randjes van die blaadjes meeneemt. Ja, echt meeneemt. Goed ja. Onder, maar ja. Wel een dun penseel natuurlijk. Ja, je moet echt een detailer 1 of 2 pakken, ja. Want, en dat penseel maak je weer schoon in je aceton? Ja, ik doe dit penseel gewoon in de aceton schoonmaken en ik gebruik hem echt voor de gel en voor de nagellak. En hij ziet er echt nog perfect uit. Ja, dus het is een echte prima. Haar, hè? Dus ja. Die kun je heel goed schoonmaken. Ja, en dat is ook belangrijk. Ja, supergoed ja. Van kwaliteit. Ik zie een vraag van Lidie Adink op de valreep. Ik zie dat Deborah hem ook zag, maar ik zie hem ook. Verliest de bloem die gouden glans uiteindelijk niet? Want het is nagellak. Dat hebben we ook al eerder in de show besproken. Maar wat is daarvoor jouw truc? Nou ja, mijn truc zou zijn op een klant dat je hem even aanstipt eigenlijk met tiplijm. En dat sielt die nagellak nog eens extra in. Maar nagellak op kunstproduct blijft sowieso al supergoed zitten. Ja, klopt. Ja, het droogt dat heb je ook bij jezelf in, ook, hè? Want als mensen blush op hun nagels hebben, dan blijft de nagellak van de klant die ze er thuis opzet... Ja. Veel beter zitten. Het is een kunstproduct. Ja, dus kunst op kunst beter. Hecht altijd goed. Ja. En natuurlijk, het droogt ook in ja, het bloemblaadje. Klopt. En dat helpt natuurlijk ook heel erg om het te beschermen. Maar je moet niet de muur gaan stuken. Nee. Zeker niet met die prachtige rozen. Dat moet je gewoon niet dat willen. Dat zou ook zonde zijn. Daar moet je mensen voor Wij hebben. Wij moeten nog wel een screenshot. Ah, yes. Ja. Laten we met z'n allen nog een keertje roepen. Ja, oh, daar hebben we een hele ensemble. Nou. Kijk dan hoe prachtig. Dit is toch super. Ik zal deze er even bij leggen. Deze hebben we dus vandaag gemaakt. Heel erg mooi. Nou, daar gaan we hoor. Drie, twee, één. Screenshot! Maar je hebt nou, bleef meer, ik wat langer. Ik heb nog meer voorbeelden. Nog heel meer. Mooi. Ja. Prachtig. Nog wat eenvoudige ontwerpjes. Zoals de eerste demo, die ja. Echt prachtig. Dit is dezelfde techniek als de eerste. Het is eigenlijk alleen maar blaadjes. En hier heb ik de zilveren studs super. Gebruikt en de zilveren bullions. En dit is Hearing the Birds. En dan met de chroom. Zilver. Ja. Wow. Maar ja, we hebben zilver en we hebben chroom. Ja. En dit is de chroom nagellak. Ja. Prachtig. Snel, simpel. Ja, supersnel. En mooi. Ja, ja. Dat ja. Pareltje. Ja. Nou, even screenshotten. 3, 2, 1. Screenshot! Wauw. Dan hebben we... Oh, dit is echt kerst. Dit is echt Pepijn. Dit grilt Pepijn Borel. Die middelste is ja, dat. Ja, I know. Plakt hij zo op zijn muur. Nou, wil je iets harder screenshotten? Ietsje harder. Maar wel rustig. 3, 2, 1. Screenshot! Heel vet. Omdat hij zo mooi is. Echt vet. Ja, mooi hè? Ja, vet. Dan hebben we nog. Supercool. In het roze. Ja, tof. Oh, wauw. Nou, jongens, screenshot. Oh, en leuk gaat met proberen. Die frosted rhinestone. Ja. Ja, dat is altijd mooi hè? Ja, maar zo is het ook echt wel heel... Je kunt ook een grote bullion gebruiken hè? Of een grote bullion gebruiken in het midden. Ja, 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 ja. Maar ik vind die frosted wel echt heel mooi. Het geeft een soort diepte. Ja, ja. Dat soort je denkt, water. Ik naar te kijken. Ja. Alsof er water in ligt. 3, 2, 1, screenshot! Dan hebben we er nog eentje. Ach, hemel. Ja, ik heb er nog ja, nee, nu is het wel gaat mee hoor. Oh, dit is ook leuk. Dit is geschoeberd, hè, Selina? Ja. Dit is inderdaad, hier heb ik gewoon Widest White en dan heb ik de Unicorn Zilver op gedaan. Ja. En hier zit de Rosy Cream op en die is gesugerd eigenlijk met clearacryl. Ja, prachtig. En dan die roze weer, ook een idee. Ja. Leuk. Die zijn dus van acryl gemaakt. Inspiratie, mensen. Nou, 2, 1. Screenshot! En dan nog eentje. Selina, wat vraag je nou een beetje gemiddeld voor zo'n design per nagel? Nou, ik vind altijd dat je moet tellen hoe lang je met iets bezig bent. Dus, en dan niet in het begin, want in het begin ben je natuurlijk altijd langer met een design bezig. Maar stel dat je met zo'n design een kwartier bezig bent, dan vind ik toch wel dat je... Ja, rond de 57 à 10 euro moet vragen, hoor. Ja, ja en er mag ook wel iets worden gevraagd voor zo'n design. Absoluut, zeker. Ja, buiten het piece of art. Voor die rode van net met dat goud zou ik gewoon zo 20 euro betalen. Oh, schat. Ja. Nou ja, er zijn ook niet zo heel veel mensen die dit gewoon ook kunnen en doen. Dus ik zou me hiermee onderscheiden. Ja, ja. Dit is ook mooi. Nou, maar waar kijk ik naar? Dit is prachtig. Ja, de ondergrond is... dit is van de herfstcollectie van vorig jaar...
Wild Landscape, volgens ja. mij. Ja, ja. Dit weet ik even niet meer welke ik hiervoor heb gebruikt. Ja, maar weet ze ook niet zo goed uit ons hoofd. Oh, wat erg, ja. En daar heb ik de Magic Pigment in geboend en de Chameleon Flakes. En is dan die natuurlijk. Ja, dit zijn bloemetjes van acryl. Ja, dat zie ik ook gelijk. Ja. Ja, heel mooi. Heel mooi. Ja. 3, 2, 1. Screenshot. Nee, nou. Echt heel mooi. Cool, misschien hè? Kun je die nog even... Weet je wat je moet doen, Selina? Dat hebben we geleerd natuurlijk van Cheryl. Je moet achter op je kaartje zetten welke prijs. Product ja. je hebt gebruikt. Ja, inderdaad. En de prijs. Ook. Ja, klopt. Maar heel mooi. Ja, tof. Nou, ja, ik heb gelijk zin om gewoon mijn Ikebana te pakken en gewoon lekker aan de slag te gaan en dan in te kleuren met nagellak. Ja, maar ik kan me heel goed voorstellen hè, dat de kijkers nu zo hebben, ik heb zin om je een les in te Daar volgen. Daar ga ik heen, snap hè? Ik. Ja, en dat kan. Dit ga je geven, hè, Selina? Ja, ik geef op 7 januari in Weert deze les. Laten we even kijken naar de image. Welke lessen er in Weert zijn? Nou, ik kom Jessica. Bij jou, gezellig. Ja, gezellig. En Natasja natuurlijk. Ik kom 2 dagen bij jou, dit is de eerste dag. En ik ga mijn lekkere salon art, lekker poppy en colorful art gaan we maken. Heel veel laat ik zien die dag. En dit is de techniek, de Justeful Art. Dus we gaan eigenlijk van achter naar voor werken. Dus hè, de bloemen. En we gebruiken ook echt die zwarte achtergrond. Heel dus mooi. Dat is 10 en 11 december. En dan heb jij nog lessen staan. Ja. En dat zijn deze. Ja, 7 januari. Barok, 3D. En dan gaan we werken met naar keus, plastigel of acryl. Oké. Okay. Maakt mij niet uit. Leuk. En 8 januari heb ik Vintage Valentine. Oh. Dit is gel painting. Heel mooi. Zo leuk. Handgeschilderd. Ja. Super, super mooi. Ja, super gezellig. Dus kom gezellig naar Weert. Ja. Nou, helemaal leuk. Zal ik nog een keer nog even het huiswerk en de regels doen? Of? Is goed. Ja, even snel. Dus creëer een barokjuweel zoals Selina net heeft gemaakt. Verdeeld over 3 nagels of kolopops. Wat naar keuze, wat jij wil. Stiletto, klein, wat jij wil. En 1 nagel moet er een half edelsteen zijn. Nou, gaan we even door die regels. 2 weken de tijd tot 8 december om je huiswerk in te sturen. Stuur alleen je huiswerk in via de link die in het barokalbum staat op onze pagina. En als er dan nog verbeterpunten zijn, dan nemen ik of Deborah contact met je op. En krijg je natuurlijk een herkansing. En vergeet niet die step-by-step foto's. Dit was het voor ons, hè? Ja, nou, ik vond het superleuk om hier te zijn. Ik vond het echt een eer. Het was mijn eerste keer, een beetje spannend. Maar ik vond het echt heel leuk. Nou, je deed het echt supergoed, Selina. Heel erg dank voor je komst. Dank je wel. We hebben natuurlijk net al die regels met jullie benoemd en alle, hè? Maar wat kun je dan winnen? Laten we daar ook nog even naar gaan kijken. Nou, dit prachtige pakket kun je dan winnen. Dus je krijgt er ook echt wat voor. Nou, zeker je best gaan doen. Ik ben heel erg benieuwd. En Deborah natuurlijk ook. En Selina, want die houden we op de hoogte hoor. Leuk. En wat jullie allemaal gaan inzenden. Dus heel erg veel succes allemaal. Heel veel succes. Dankjewel voor het kijken. Ja, absoluut. Doei. Doei. Ja, echt enorm bedankt Selina. Iedereen is helemaal flabbergasted. Ja, superleuk. Dat was Linda al eerder vanavond. Maar ook Natasja zegt, wat ben ik gezegend met Selina als collega in Weert. Ja, nou, mooi hè. Dus dat is heel mooi uitgedrukt. Ja, ik had voorstellen. We gaan nog even, voordat we afronden, natuurlijk eventjes naar Deborah. Ja, nou, het meeste is eigenlijk al gezegd natuurlijk. Veel prachtige dingen. Maar ik wilde nog even terugkomen op de stiletto. Van volgende week, want iemand zei, ja, Samantha Phoenix zegt, oh, stiletto's, Nou, maar ik denk dat met jullie tips eindelijk me wel gaat lukken. Dus dat is natuurlijk heel fijn om te horen, Series, toch? Super. Ja, zeker weten. Tips, tricks, veldtechnieken. Het blijft natuurlijk altijd heel erg moeilijk om een technische nagel aan jullie te leren vanaf jullie scherm. Blijft altijd een beetje lastig, want je moet het van alle kanten bekijken. Het liefst wil ik over je schouder meekijken natuurlijk. Maar ja, er zijn weer heel veel tips waar je echt moet proberen wat mee te gaan doen. Want dat is echt heel erg handig. Ja, ik ben ook heel benieuwd. Ja, ja jij bent Mrs. Stiletto. Dus, ja, ik heb inmiddels, ik ben heel erg met theorie altijd. Ja, yeah, I know. Theoretisch weten. Dus ik blijf gewoon cursussen volgen, want ik wil het elke keer nog beter weten. En tips daarvan neem ik mee voor jullie om tijdens de demo te laten zien. Maar dus. Deborah, had je nog meer? Nou, ik wilde eigenlijk nog heel even benadrukken. Vergeet niet het 3D-element toe te voegen aan het huiswerk. Hij staat er niet mondig bij, maar vergeet hem niet erbij te doen. Dus naast het barokke juweel ook een 3D-element van een bloem of een blad of iets dergelijks. Maar in ieder geval een 3D-element. Maak daar goede foto's van. En dan gaan wij het huiswerk nakijken. Dus. Ja, daar was ik alweer. Ik wil nog 1 keertje Selina bedanken. Want het was natuurlijk jouw allereerste keer. En was het minder eng dan je had verwacht?
Jawel, ja, was minder eng. Als je eenmaal bezig bent, dan gaat het helemaal vanzelf eigenlijk. Ja. Zeiden we toch. Uiteindelijk went alles. Ja, precies. En we zijn zo leuk met z'n allen. Dus, ja, en natuurlijk ook Deborah bedankt voor alles wat je vanavond hebt gedaan. Heel graag gedaan. Ik vond het weer leuk om hier te staan een keertje. Dus tot volgende week. En ik vergeet natuurlijk ook Jess niet, hè? Jess, want je was er daar natuurlijk als steun en toeverlaat, maar ook net als wij verbaasd te worden. Nou, echt. En ik heb het echt van heel dichtbij bekeken. Wauw. Nee, echt superleuk, superleuk. En heel graag gedaan natuurlijk. Het was weer een leuke show, hè? Ja, ik vond het hartstikke leuk. Hebben we enorm naar mijn zin gehad. Maar we zijn natuurlijk ook bezig geweest vandaag met de show van volgende week. Ja. En die gaat helemaal over Cat Eye. Ja, van aanstaande vrijdag. Oh, van aanstaande vrijdag. Aanstaande vrijdag, tof. International Nail Talk Live, zitten wel 9 verschillende Cat Eye designs. Dus zoveel demo's dat ik dacht, hoe gaan we dit doen? Maar ik stond elke keer weer helemaal verbaasd met mijn mond open. Zo, superleuk, kijk. Cat Eye designs waar de Cat Eye het design is. Cat Eye designs waar de Cat Eye in het design zit. Echt helemaal Cat Eye, Cat Eye, Cat Eye. Dus dat is aanstaande vrijdag om 8 uur. Ja. En anders natuurlijk volgende week, woensdagavond, 8 uur, gaat het over stiletto's. Ja, daar gaan we. Tot snel. Tot Nail Talk Live! Doei!